Ja, hey, hallo, hallo. Ja, dames en heren, welkom in de Joker! All right. Het is vandaag woensdag 1 juli. En dit is de eerste, beetje, ja, avond die we doen. Ja, ik bedoel, behalve dat we dan café soort van doen. Dat doen we nu ook comedy soort van. Met 7 bubbels. En dat zijn jullie. Jullie zijn 7 bubbels. Dat is het. Ga je nou echt tellen? Ik denk altijd dat de maat van Michael Jackson was, maar... 7 bubbels. En dat was maar 1 bubbels. Nee, inderdaad. Is er niet iemand met een tractor overgereden? Je zou wel moeten, hè? Vooral gehoord dat hij zo'n maap overreden is of zo. Weet iemand dat? Geen idee. Van, is Bubbles ooit echt overreden? Ik weet het niet. We hopen het. Ja. We kunnen het alleen maar hopen. Nee, ja. Ik weet wel dat die maap te agressief werd. Want dat is een chimpansee. Hè? Dat ja, ik denk dat als hij 5 keer anaal pakt, dat hij gewoon agressief wordt. Dat is al veel afgereden. Maar ik keek vooral graag naar die zijn anus. De eerste woordspeling sinds corona, dames en heren. Ja. Jens Lambrecht, wel dan. Goed, dames en heren. Eigenlijk alle 7 bubbels. Welkom. We gaan vandaag dus een podcast. Dan proberen we dingetjes uit. En ik heb 2 fantastische gasten. Nou ja, ik heb 1 fantastische gast. En ik heb Jens Lambrechts. Heb ik ook. Dus we hebben, dames en heren, geven een geweldig applaus. Van de Making Strip. Live hier aanwezig. Jens Lambrechts. Als je naar de Making Strip gaat, dan babbelt hij ook de hele tijd. Ja. Dus nu doet hij gewoon verder wat hij normaal ook doet. Dat is het beste wat er is. Je gaat naar de Making Strip en je vraagt gewoon een willekeurige vraag. Zeg Brainiac, hoe zit hij eigenlijk? Zoiets. Vraag je dan. En dan ben je 3 uur onder de pannen met deze gast. En dat is super fijn. En aan mijn andere kant heb ik iemand die hier, die eigenlijk hier helemaal niet wil zijn, maar gewoon zoveel podiumdrang heeft dat hij erbij is, dames en heren. Geef een geweldig applaus. Alex, thank you! Papa, mag mijn micro een beetje luider? Nee. Ik heb het gevoel dat ik spreek gewoon iets harder. Nee, ja, ik zal wachten. Ik sta veel te stil, man. Ja, sowieso. Is niet tof. Alright, zeg nog eens iets. Zo, ja, ik zeg iets. Ha, beter. Kijk, beter, hè? Nu heb ik het gevoel dat ik door de micro... Ben jij luid genoeg? Ik heb de mijne nog niet getest. Maar anders klinkt mijn stem hetzelfde als dat hij in mijn kop klinkt. En dat hoor ik veel te veel. Het is wel zo. Nee, dat is niet. Dus die, daar, want dan gaan we... Wacht. Ja, op de grond dan. Ja. Wel dan. Oké. Okay. Nee, je hebt gisteren voor het eerst opgetreden sinds 4 maanden. Dat klopt, ja. Eigenlijk vandaag, om eerlijk te zijn. Ja, vannacht, vanochtend. Ja, ja, ja. Ik ben meestal niet een van die mensen. Het is 1 à 12, dus het is eigenlijk... Maar nu wel eventjes. Maar nu even wel, want dat was eigenlijk wel van de nacht. Want dat heb ik ook totaal niet door. Hè. Je gaat optreden en je hebt gedaan en je denkt, oh, het is zo 11 uur s'avonds, maar dat is dan ineens zo 3 uur s'morgens. En dat was weird in een Arenberg gevuld met, denk 200 man. En er kan 900 man binnen, dus dat is zo... Dat voelde als het begin van mijn carrière eigenlijk. Zo. Dat zijn eigenlijk 50 bubbels. Ja, er waren 50 bubbels met mensen met mondmaskers op ook. Ah, dus, mondmaskers? Ja, het was alles erop en eraan. Dus ik zat naar zo'n zaal vol Zorro's te kijken. Zo. mega weird eigenlijk. En... Je kent dat als ze zeggen, en afstand, wij lachen alleen van binnen, maar na had ik echt geen idee of dat hier van binnen of van buiten. Maar ik snap niet, als je 1,5 meter afstand neemt, moet je dan ook nog een mondmasker op? Ja, maar het schijnt, ik weet het niet. Ik bedoel, dan gaan we hier ook doen, fuck it. Het was in ieder geval het geval. Allemaal mondmaskers. Nee, we gaan dat hier alleen doen met lelijke mensen. Oei. Oh. Jij moet er een aan. En alleen jij. Dat is erg, hè? Dat is erg. Dat is de enige dat ik... En dat komt dan van mij! De lelijkste van de hoop! Jij bent ook al keihard aan het zweten, dat hebben we ook in kloten gedaan. Dat is eigenlijk... Ja, ik wil nu al naar huis, maar dat gaat niet. Nou, Ik vind uw enthousiasme altijd. Dat is misschien een van de redenen waarom ik hier blijf komen. Fuck, dat is echt dat... Okay, ik zal het afleggen. Een soort ding te doen, café, het is ja, nee. En ja, we gaan dan comedy, maar dit is het ook niet. Het is allemaal kut. Let's go! Normaal kan hij zo goed mensen imiteren. Ik vind het jammer dit. Nou ja, maakt niet uit. Nou, maar de spirit zat erin. Dat was het. Ik heb uw spirit te pakken. We gaan het vandaag hebben over de Joker. Want omdat ik de hele tijd rare kapstokjes aan het zoeken was om nog podcasts aan op te hangen. En hij heeft er wat gehad zo de laatste tijd. Nee, ze wel meer in zo'n sfeer de laatste tijd van welke film wordt er vandaag 35 jaar? Echt waar. Zo, en dan doen ik kreeg al een sms'je van Xander vandaag. We gaan het niet over Carl Reiner beginnen, hè, want die is overleden gisteren. Regisseur-acteur. Ja. Maar die vind ik niet zo leuk. Dus Alex en ik hebben gisteren iets gedaan over
Eergisteren iets over Joel Schumacher, de regisseur van Batman en Robin. Dus de minst goede, laten we gewoon zeggen, slechte Batman film allebei. The one that the franchise. Ja. Toch even. Bad table film. En, maar in 1940 is het eerste Batman comic die Batman heette uitgekomen. En daar was het eerste issue was met de Joker. Dus de Joker is dit jaar, eigenlijk in april, was de Joker 80 jaar. Mm-hmm. Dus dat is best oud. Applaus voor de Joker! Applaus voor de Joker. En ik dacht daar met iemand die iets van comic books kent en iemand die een comic book winkel heeft, een podcastje over te doen. En jullie zitten er voor lul bij. Dus dat is wat er gebeurt. Zitten nu niet blij dat ben je nou niet blij dat je daar geld voor betaald hebt? Dat zal ik nu met mijn bubbel, maar ergens anders. We'll take your money, bubbel. Ja, goed, ja, we gaan het hebben over de Joker. Ik heb hier zo'n papiertje geschreven die ik helaas niet meer kan lezen, dus we zullen het een klein beetje moeten wingen. We gaan... And the hits keep on coming! Ja. Ik heb dus eigenlijk een bril nodig, ik kan het allemaal niet meer lezen. Ik heb nu zo van die bifocale linzen, dus als ik tv kijk ik zo tv. En als ik lees, dan lees ik zo. Dan weet ik hoe fucking oud dat gaat aan het worden. En soms wissel ik, dus lig ik zo in de zetel en denk ik, amai jongen, dat is een mega onduidelijk beeld. En dan denk ik zo, Je weet dat je, als ik mijn comics zo begin te lezen, Jens, dat is wel precies goed. Ja, dan weet je dat wat een klote is. Dat is toch echt zo. Dus ja. Ik lees ook, maar ik heb straks goed. Ik lees ook comics met een brilletje tegenwoordig. Dus ik ben een beetje de deal. Jens, omdat jij nog zo weinig gezegd hebt, zeg jij eens iets. Nee, we gaan de... En dat is genoeg. Ja, bedankt Jens voor je bijdrage. Wel dan. Hopelijk geeft hij nog iets weg, dan hebben we nog iets aan. Nee. Ik heb het net op de grond gesmeten van mensen. Oh, kijk eens aan. Nee, dus we gaan het hebben over de Joker, we gaan het hebben over de comics van de Joker, we gaan het hebben over de filmversies van de Joker. Laten we eens beginnen met... jullie hebben allebei een soort top 5 Joker verhalen in comic books. Wie heeft er niks met de comics? Zijn er mensen die echt zeggen, nou, ik ben daar achterin één iemand. Nou, gaan we naar huis. Bedankt. Daar. En drinken is nog iets voor die weg gaat. Dries, dat worden kei lange 3 uur. Ah, jij ook niet, Dries? Nee, maar ik ken ervan. En de films wel, of ook niet? De film Joker. De film? Nee, ga ik zo naar? De animatie. Ah, de animatie. Ja, dat is een tekenfilm wel, ja, dat klopt. Ja. En die vond je wel goed? Ja. En de gewone films? Ja, die heb ik ook gezien. Ja. Ah, oké. Okay. Dus iedereen heeft wel gewoon alle films gezien van Batman en zo, dat soort dingen. Of zijn er ook echt mensen bij die zeggen, wat doe ik hier? Kijk, het is een beetje rond van dat publiek. Ja. Tuurlijk hebben die dat allemaal gezien. Er zit één iemand bij die dacht, ja, maar het was toch Alex Agnew? Was die iets Alex Agnew? Ik dacht, dat Alex Agnew. Ja, daar zit er altijd één bij. Dat is die gast daar achterin. Dat is toch Alex Agnew? Doe eens iets met droog in de kakker aan de stuk. Dat was mijn imitatie. Oh nee, wat een fan van jou. Dat was eigenlijk, ja, dat is min of meer juist wel. Ja, ja dat zijn al jouw fans. Dat is ook zo heel mijn carrière samen. Gevat in ene zin, zo. Dat is wel heel tof. Zo. Als ik een helikopter zou kunnen, zou ik op duur doen. Maar ik kan het niet. Maar de Joker. Naar de Joker. Vertel eens, lieve Jens. Vertel eens over wat jouw favoriete Joker comics zijn. Ik heb dat op de rechterkant geschreven. Ah, moet ik het zeggen? Nee, zo. Je kunt het zeggen, maar... Ga je gang. Een hele bekende, en dat gaan de meeste mensen gewoon naam wel kennen, kennen jullie alle twee ook, is Death in the Family. Oh, ja. Dat is een comic uit de jaren, moet ik het zelf even denken, begin jaren 80. En voor die een tijd, sorry, dit is echt wel het saai stukje, want daarna zijn ze dan stil. Dus ja, nee. Saai wezen. Zijn geïnteresseerd op luisteren, Sterigon? Nee, maar dat is een van de eerste keren dat de Joker terug echt... mensen vermoord. Eigenlijk in die jaren ervoor werd je eigenlijk helemaal in belachelijke getrokken. Ja. Niet onder meer door de tv-reeks in de jaren 60. Ja. Ja. Maar daar laat hem echt wel zien van, ja, je slacht een tiener af met een ding, met een crowbar. Ja, en niet zomaar een tiener. Robin. Ja. Robin. Hij maakt Robin dood. Dus eigenlijk precies wat iedereen wil. Dan tweede Robin eigenlijk. Dat was ook de bedoeling. Ja. Ja. Dat was ook de bedoeling. Iedereen wou dat ook. Ja, want ik heb dat toen ook gelezen, maar ik heb dat in de Nederlandse, toen was jaren 80, in de Nederlandse versie gelezen. En daar was dat gewoon een voldongen feit. Maar in Amerika was het aan het eind van het boekje,
mochten mensen bellen of een kaart sturen, of weet ik van, ja, jaren 80, hè, dat was nog niet met e-mail. Nee. Mochten zij een briefkaart. Een briefkaart in Amerika. Komt een uil met een pluim. mochten de fans bepalen of hij het ging overleven of niet. Ja. En ik denk en dat... alle fans zeiden, nee, fuck, dood met die gast. Maar dat was Jason... Stiekem hoopte de uitgeverij wel dat hem zou overleven. Ja. Maar is... Tekenaar had twee eindes gemaakt. Ja. En dat is de tweede Robin. Niet Dick Grayson, maar... Jason Todd. Jason Todd. Ja, klopt. Jason Todd was meer een badass, hè? Dat was een beetje een jeugdige delinquent. Die was wat agressief. Die weer ontdekt door Batman omdat hij de wielen van de Batmobile ontpikken. Ja, dat is juist. Dus dat het al veel ziet. Ja. En grappig genoeg, die komt erna terug, maar dan als een persona, dan gaan we het misschien later nog wel hebben, als de Red Hood. Ja. Ah ja. En de Joker, ja, het grappige aan de Joker is, niemand weet hoe de Joker ontstaan is. Hè. In de film zie je die in een vat van hetgeen vallen. En in andere iteraties is dat gewoon een maffiabaas die zijn eigen verveelt en zijn eigen verkleed als een kleurrijk figuur. Een andere is dat iemand is die geobsedeerd is door Batman in de rechtergang. En Jason Todd, wat wil ik zeggen? Nee, die kerel, die maffiabaas. Ja. Dat blijkt een keel te zijn, de Red Hood. Ja. En ook in The Killing Joke bijvoorbeeld wordt hij eigenlijk een beetje gedwongen om die Red Hood te spelen, om Batman af te laden. Ja. Dat is één van de origine verhalen. Maar dat is even, want de Killing Joke is een verhaal van Alan Moore en Brian Bolland. Ja. En daar zit de oorsprong van de Joker, die wordt door veel mensen als een soort standaard genomen. Hè? Ja. Want eigenlijk die film met Joaquin Phoenix, die refereert er ook aan. Mm-hmm. Ja. Ja, gedeeltelijk. Op een manier. Ja. Het stand-up comedy gedeelte. Ja. Dat hem zo'n gehaalde comedian is, dat zit er zo bij in. Ja. Tim Burton film dan weer al, een allereerste Batman, dat weer meer gaat naar hij valt in een vat vol met chemische bocht. Ja. Ja. Grappig genoeg blijkt die chemische bocht. Eigenlijk, ik wil niet weten wat er in Kartamundi in Turnhout van toe gaat, maar blijkbaar is dat een vat vol met chemisch afval van een kaartenfabriek. Ah. En ik heb zelf zoiets van... Ik kon mijn eigen beelden, want ik word hier wakker met wit gezicht en met groen haar. Wel, ik kon mijn eigen beelden aan de Joker van die kaart. Ah ja. En dat is wel een kaartenfabriek, dat wist ik niet. Dus dat is echt kwaad. Ze zeggen echt een kaartenfabriek, chemisch afval. Ja, je weet maar nog. Dat is gewoon een drukkerij. Ja. Gevaarlijk inkt. Klopt niks van! Heel die Joker, het is nonsens. We gaan ermee. Genoeg. Wat een flauwekul! Nee, nu was hij in een drukpers gevallen, maar dan was dat wel iets anders. Dat was hij zo plat, was hij dat tweede versioneel. Met interessante lectuur op zijn gezicht. Dat is wel tof. Zo, ik weet niet wie die gast is, maar ik weet wel wat er gisteren gebeurd is. Maar zo is ook wel een slechterik ergens in een van de comics. Ik weet niet wat je noemt, maar 2D-man of zo, dat zou kunnen, dat bestaat wel. Ja, tuurlijk. Waarschijnlijk. Die bestaan allemaal. Ja. Dat is een kerel die in het schilderij kan komen, denk ik wel. Ja. Oké. Okay. Echt waar. Dus op 5 Death in the Family, op 4 Killing Joke, die hebben we net gehad. En op 3... De Batman-reeks van Scott Snyder. Ah ja. Heel cool. Oh, iemand herkent het? Ja, zeker. Zalig. Ja, zeker zalig. Oké, bedankt voor het interview. Leuk. Dank u. Misschien moeten we niet aan hem vragen, want hij is een beetje een man van weinig woorden. Misschien moet jij uitleggen waar dat over gaat. Daar komt hij voor het eerst terug in het hoofdstuk Death of the Family. Ah ja. En dan gaat hem echt wel proberen hem eigenlijk heel de Batman-familie aan te vallen en te vermoorden. Maar heel specifiek daarvoor is dat hem zijn gezicht heeft afgesneden. Ja. Gaat ook door het en dan heeft hem er dan terug op geniet eigenlijk. Dus ja, maar hij kan niet zo goed kiezen dan. Nee. Of hij vond dan zien we misschien wat is dat? Nog wat gestoorder het. Ja, maar hij doet dat met dingen. Hè. Met ijzerdraad hangt hem dat tot achter. Zo. Ah, ja, en waarom haalt hij het eraf? Hij had in Detective Comics had een man bras. Iets in de flair? In de vandaag? Ik heb al last van een witte huid. Snijd eraf. Hij heeft dat laten afsnijden door de dollmaker in Detective Comics. Omdat die had een ambras en hij zegt, oké, is goed, snijd het er dan maar af. Maar de ander zegt, weet toch dat zeer goed doet? Ja. Doe maar, klak ermee. Ik heb het gevoel dat het leuker is als jij het vertelt dan als je het leest. En daarna, in die latere reeks, komt er ook nog een endgame terug. En daar wordt er eigenlijk gehint, want ja, de Joker, net zoals Batman, heeft geen superkrachten. Hè. Je zou bekend kunnen zeggen dat de Joker even slim is als Batman, want het is wel een
een zotte psychopaat. Maar hij is hem toch altijd soms te slim af, soms dan weer niet. En in Endgame wordt er zelfs een beetje nog gehint dat hij een eeuwig leven zou hebben. En dat hij al sinds mensenheugenis bestaat. Zoals ah, ja. Pennywise eigenlijk dan. Ja, dat hem eigenlijk Ra's al Ghul's zijn Lazarus-spits ja, ja. al gevonden had, nog voordat Ra's al Ghul die gevonden had. Ah, ja. Dat is het graven om de Joker. Hè. Geen superkrachten, maar heel inventief. Eigenlijk ook chemisch heel sterk. En ja, soms wordt er zelfs nog gehint dat hem de belichaming is van de duivel en zo. Ja, ja. Pretty cool stuff. Ja, absoluut. Op 2, The White Knight. Dat is eigenlijk iets recenter. En het grappige daaraan is dat je eens een keer gekeken wordt naar de Joker, dat hij niet zot is. Ja. Want je zit met een Batman die mega gewelddadig is. Dat en... ze die flip doen, dat ze dat eigenlijk omdraaien. Hè? Ja. In dat verhaal, ja, dat is wel cool. O, en wat wordt Batman dan zot? Ja, Batman is eigenlijk de bad guy en de Joker ja. is ah, eigenlijk ja. de... Het begint eigenlijk met dat de macht erachter de Joker zit en zelfs met zijn Batmobile over daken rijdt en weet ik veel aan. Hebben we misschien al eens in een film gezien. Ja. Meerdere zelfs. Die laat zoveel collateral damage achter dat eigenlijk Gotham City er niet echt mee gediend is. Maar in dat gevecht, in die eerste scène, komt hem een gegeven moment ook in een chemicaliënfabriek terecht, maar dan een voor medicijnen en ramt hem eigenlijk de Joker vol met medicamenten. En dat geneest de Joker. En dan komen we eigenlijk terug met een Jack Napier terecht. En dat laat eigenlijk zien hoe een slimme kerel dat is. Want hij gaat eigenlijk heel Gotham opzetten tegen Bruce Wayne, tegen Batman. En dat laat eigenlijk zien dat hij eigenlijk wel die een twist kan maken. Maar uiteindelijk ja, zit die schizofrenie er nog wel in en komt de Joker wel terug. Want dat is ook een dingetje, waar, dus sommige comicbooks heeft hij geen naam en weten ze nu hoe de Joker eigenlijk heet. In die Batman-film van Tim Burton heet hij Jack Napier, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. En dan hebben ze hem wel, in sommige gevallen, heet hij dus Jack Napier. In de reeks van Scott Snyder, en zeker in Death of the Family, heet hij Joe. Kerr. Joker! Ja. Broer van Jim. De broer van Jim Kerr, inderdaad. You turn me on. Ja, dus dat was ook eigenlijk de zanger van Simple ja. Minds. Simple Minds, Joker. Minds, Joker. Goed. En bij mij op nummer 1... Ja, dat bullshit. Ja, op nummer 1 heb ik die van Brian Azzarello en Lee Bermejo. En die heet gewoon Joker. Ja, dat is ook een hele coole. Ja. Ja. Heath Ledger is eigenlijk op een heel aantal verschillende Jokers geïnspireerd. Maar als je hier ziet, hebben Azzarello en Bermejo, ja, hoe ze die vorm hebben gegeven, trekt dat wel heel hard op die van Heath Ledger. En het was dit eerst? Nee. En het coole hieraan is laat dat zien dat hij eigenlijk, want ja, de Joker is van alles geweest, hè. Is een maffiabaas geweest. Is een seriemoordenaar geweest, een psychopaat, gewoon een kloon. Hij is ook al 80 jaar oud, ik bedoel, die heeft een hoop hobby's gehad. Hè? Ja, ja. Beetje gelijk Barbie, ook heel veel jobs gehad, weet ik veel. Beetje hè? Zoals Barbie! Die heeft ook een snor gehad, dat was ook heel cool. We hadden hem zo over, dat zal ik zo laten zien. Als Cesar Romero, ja. Fantastisch. En hier is dat graaf, want hij is wel een maffiabaas die uit gevangen komt. Maar in een moment is hij heel berekend en in een ander moment snijdt hij ineens mensen hun keel over. Dat je van denkt van, oh, heb ik die zien aankomen. Dus dat laat dat onberekenbaar uitzien van de Joker. En dat vind ik, nou, in mijn ogen is dat een Joker. Die is heel slim, maar... Zelfs een henchman kunnen niet op hem rekenen van te zeggen van oh ja, ik ben een henchman van de Joker, dus ik ben veilig. Ja, nee, als je toevallig in de weg staat, je stond ergens fout, ja, dan mag hij nu af. Ja, ik heb gisteren dan Dark Knight, hè, de Christopher Nolan film nog eens teruggezien. En ik was natuurlijk weer de helft vergeten, want jij onthoudt dat alles, maar ik vergeet altijd. En dat opent ook met dat die een bankoverval doen. Mm-hmm. Ja. En de een maakt alle henchmen maken elkaar af, zodat al het geld naar één of twee mensen kan gaan. Ja. En de voorlaatste zegt van, jij moet mij neerschieten. En dan zegt hij zo, nee, ik moet, I shoot the bus driver. En zo,
busdriver. En daar rijdt er wel een bus binnen en die rijdt die kerel omver. Dat is ongelooflijk. Dat is wel funny. Ja, kijk hoe je zijn. Ja, ook, ook een stuk. Kill you makes you stranger. Kijk hoe je stuk. Dat is ook een heel cool ding om die film. Is dat, ik heb zo die making-of erbij gekeken. Ja. En zo Hans Zimmer heeft ook die muziek gemaakt. En die moest zo een soort thema verzinnen voor de Joker. En die had nog schijnt zo... Ja, een soort, weet ik veel wat, hè, zo, allemaal muziek op een rij gezet van experimenten. Ja. Van dat gaan we doen, of dat gaan we doen, of dat. Hè. En Christopher Nolan heeft zo'n hele vlucht, ik denk van Europa naar Amerika, maar zo'n vlucht van 10 uur of zo, alleen maar zitten luisteren naar die dingen dat hij had verzonnen. Oh. En die zei, dat was de onaangenaamste vlucht van mijn leven. Want die had alleen maar van die hele vreselijke soundscapes, en zo kraait op een bord en zo, allemaal van die gruwelijke dingen. En het is uiteindelijk geworden, en dat is cool, want ik stond er nooit bij stil, waarom dat al die scènes met de Joker ook zo van in het begin al ongemakkelijk zijn. Ja. Maar dat is één noot, hè. Dat is... Is dat die noot? Dat is die dat is noot. Dat is dezelfde noot aan muggen maken. Ja, maar dat is niet dat. En je zit er en je denkt heel de tijd, maar wat is dat nou? En ineens, dat is hetzelfde gelijk Eraserhead. Ik weet niet of iemand die film ooit gezien heeft, van David Lynch. Maar dat is ook een onwaarschijnlijk onaangename film, omdat die soundtrack... Er zijn al andere redenen waarom... Anderhalf uur. Hè? En je ziet daar al, en buiten het feit dat die beelden onaangenaam zijn en dat vooral nergens over gaat, kreeg je ook dan nog. En zijn verlies van de Mongool is, maar dat is... Dat is zo dat je laat maar een jeuk in je kop van krijgt. Zo alleen vechten. Heb jij nog comicboekverhalen die we daarbij aansluiten? Ik denk het wel. Ja, we hebben allemaal een top 5 moeten geven van de fokken. Dus ik heb wel een aantal dezelfde als Jens. Ik kan het lezen. Okay. Dus ik had ook Scott Snyder en Greg Capullo, maar dat heb ik eigenlijk heel mooi uitgelegd. Ik heb ook Joker van Azzarello en Bermejo, dus dat is dezelfde die we net ook hebben gehoord. Arkham Asylum. Ah ja. Dat heb ik ook nog. Ik weet niet of dat iemand dat ooit gelezen heeft, maar dat is Dave McKean en hoe heet de schrijver nu weer? Grant Morrison. Ja, Grant Morrison, juist. Kijk hoe, ja, dat is een beetje een soort gothic nachtmerrie van een comic. Dat is gewoon ook heel mooi. Ja, dat is... Ja, dat is niet meer getekend, dat is bijna... Ik kon het gemakkelijk en doorgeven. Ik kon touw elke boeken dat ik heb doorgegeven. Ik moet die nog terug hebben, hè. Ja, nou, je kunt er eens in kijken, maar het is, Dave McKean is een redelijk... Ja, dat is een kunstenaar, hè? Dus je kijkt eigenlijk naar een hele... Het is een stiekem beetje een verkopen dat je komt doen. Dat is niet normaal, hè. Dus kijk, goed, dat is zo subtiel ondermijnen van de ander zo'n verhaal. Ja, jij mag ook iets vertellen. Zal ik even door het beeld lopen? Kunnen gewoon zo wat lezen, terwijl dat hier aan het leggen is, maar wat dat gaan kijken zijn. Want je weet sowieso dat er hier echt een comicbook nerd zit, dat begint met... Oh, het is wel schoon. En dan tunen die alles uit en die is er niemand niet meer. Je hebt joh, deelt nog maar uit, bedoel. Wat alles wat ik heb op. Trek het nu niet aan, Jens. Kom maar, doe die roei lang, net van uw raam aan, dan heb je rocks. Hoeveel dat is, tot de roep. De comicbook hoer zo, de ping, ik zit open. Rocks, you don't have to put on the red light. Maar goed. Ik weet niet waar dat in is vandaan kwam. Arkham Asylum. Dat is een verhaal eigenlijk waarin dat de lunatics take over the asylum. Ja. En Batman moet daar naar binnen. Ja. Om dat eigenlijk allemaal terug orde op zaken te gaan zetten. Dat gebeurt uiteraard allemaal onder leiding van de Joker. En de hele truc van de Joker is natuurlijk van Batman binnen te krijgen in Arkham Asylum. Om duidelijk te maken dat hij geen haar beter is dan al de mensen die daar zitten. En dat is ook hetgeen waar Batman bang van is. Omdat hem zelf weet van ja... Ja. Eigenlijk ben ik ook maar 1,5 stap verwijderd van een even grote lunatic te zijn als iedereen die hier... Daar gaat Killing Joke ook een beetje over, hè? Ook, dat is heel, heel vergelijkbaar een beetje, want die zijn ook allemaal wat rond dezelfde tijd, hè, die comics. Want dat is ook zo, die Tim Burton Batman-film, die ook zo... Hè, The Killing Joke was ook een beetje een inspiratie voor die film. Absoluut. Net als... nog een andere waar ik het zelfs over ga hebben, maar... ja, Arkham Asylum is een coole Joker, omdat dat begint al met een heel ziek stuk van de Joker, dat ze die moeten bellen, heeft hij een aan de lijn. En hij laat zo'n jonge dame aan de lijn, hè, van een meisje van 18 jaar, en hij vertelt dan haar, die wil een carrière en die wil tekenen en schilderen. En je hoort die intussen zo, hoorde iets schrapen, en die is eigenlijk een potlood aan het scherpen, terwijl dat hij dat zegt. En dan zegt hij van, dan hoorde ineens dat meisje
heel hard gillen. En dan zegt hem, komt langs, kom dan maar ophalen, maar brengt een witte stok mee. Waardoor dat iedereen al doorheeft van shit, die heeft hij er ogen uitgestoken. Hè. En Batman komt aan Arkham Asylum, de deur gaat open. Hij laat de rest van de gijzelaars vrij als Batman binnenkomt. En dat meisje is erbij en er is helemaal niks mis met die ogen. En dan zegt hij, I thought you poked out her eyes. En dan doet hij zo, April Fool. Ah. En dus die zegt zo, die gast is echt totaal gestoord. Maar wel zo, hè, dat is ook een heel prachtig moment dat hij echt zo, oh, loosen up, tight ass. En die knipt zo in Batman zijn gat. En hoe dat getekend is, is ook fantastisch. Want je ziet Batman zijn kop zo, wat? En zo. He pinches my ass. He, zo, dus je voelt zo, heel die sfeer is heel nachtmerrieachtig. Het is ook heel gestileerd, getekend en een redelijk gestoorde Joker. Dus dat vond ik er heel tof aan. Het is tegelijkertijd ook een klein beetje een origin story van de oprichter van Arkham Asylum, Amadeus Arkham, die eigenlijk ook zot geworden is. En, dus dat is een hele coole comic. Dat is al intussen al wel al dat is niks verouderd ook niet. 25 jaar. Ja, ook omdat die stijl is zo ongelooflijk uniek. Hè. Dus heel cool, Arkham Asylum voor de mensen. Als je het tof vindt, zeker lezen. Op nummer 2 heb ik het klassieke Joker-verhaal. Misschien het beste Joker-verhaal van allemaal, Killing Joke. Ja. Waarom heb ik dat er niet bij gestoken? Ja, ik heb dat, ik snap het. Maar ik kon dat er ook niet bij steken. Omdat ik zoiets had van, ja, als je wilt weten wat de Joker voor het grootste deel is, dan is dat wel dat. Als mensen nu, mensen nu bij jou in de winkel komen en vragen, geef mij eens een Jokerboek, dat is toch het eerste wat je daar geeft? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet, omdat... Zijn er boeken die duurder zijn en je denkt van, nou, dat kan meer. Ja, nee, ik heb de deluxe versie nog niet. Nee, die ik terug heb gekocht, by the way. Hoe belachelijk is dat? Ik heb een first edition, trouwens nog. Van helemaal in het begin. Ik heb die ook nog in het Nederlands ooit, vroeger, toen, want dat is jaren 80, hè, dus ik heb die ooit ook in het Nederlands. Net als Watchmen heb ik ook nog... De pijnlijke grap! Nee, maar dat is Alan Moore, hè. En Alan Moore... De halal. De West-Vlaamse vers. De lulle halal. Kijk, dat ben je goed aan mijn klachten. De klachterige klachter. Zo heet de Joker trouwens in West-Vlaanderen. De klachter. Godverdomme, de klachtenaar. Moet naar rechts. Het is ineens minder eng wel. Ja, dat is wel... Ik hoor dat, dan word ik eigenlijk meer zo'n Gunter Lamotte, zeg. Oh, verdomme, in een klootzak, je een fucking kluchter. Dat is Gunter Lamotte Batman in dat verhaal. Ik ben geen saaie superheld, hè. De Batman, hè. Babbelen, hè. Sorry. Maar, De Batman, nu. Ja, dat in discussie. Ja, inderdaad. De Batman. Kunnen we hier niet even over praten? Nee! Oh, just beat me up already. Ja. Sorry, waar waren we? Ik was aan hem aan het vragen, als mensen in de winkel aan een Joker-verhaal vragen, dat is dan toch het eerste wat je... Of heb je zo'n hekel aan Alan Moore dat je dat weigert te geven? Nee, ik zou die White Knight geven. Omdat hij echt wel een beetje meer aangeeft om het feit van dat hij meer geniaal is, terwijl dat de Killing Joke, dat is Alan Moore, dat is literair was worden. Mm-hmm. Dat ga ik niet aan iemand geven die voor de eerste keer iets van de Joker... Oh, ik vind dat meevallen. Ja, dat vind ik minst slecht, omdat het minst literair is. Van of juist die Joker van Brian Azzarello en Liber Meo. Dat zijn dat ook dingen dat ik... Ja. En dat is dan ook omdat je dan zegt van, ja, je kent die films, dus dan kun je dit... Ja. Meestal mensen die zo'n vraag stellen, die kennen alleen maar de films en willen... Ja. Ja, voor de mensen die The Killing Joke nooit gelezen hebben of zo, dat is Batman, de Joker en Batman, die zitten... in zo'n soort eindeloze strijd verwikkeld. Ja. En Batman begint zijn eigen ook af te vragen van, kunnen we hier niet mee stoppen, want dat gaat uit de hand lopen. Ja, Batman begint ook te voelen dat hem zo zijn lijn gaat overschrijden van, ik kan die ooit kapot maken, of jij of hij mij. Ja. He, dat gaat mislopen. En de Joker, die wilt in die comic, wilt hij eigenlijk zo, die wilt een punt duidelijk maken, namelijk, als je één dag hebt waar echt alles tegensteekt, dan zit je eigenlijk maar een stap verwijderd van wie dat ik ben. Dus en je hebt dat moment, hè, dat is ook het moment trouwens, waar een moment in zit dat eigenlijk verder is blijven gaan door alle comics, namelijk Barbara Gordon, de dochter van Commissioner Gordon, is Batgirl. En die doet op een bepaald moment de deur open. De Joker staat voor de deur in een Hawaii-hemd en een shotje. En die schiet Barbara Gordon neer. En Barbara Gordon eindigt dus in een rolstoel. Die is verlamd
En die wordt Oracle daarna. Hè? Zo'n soort, hoe zeg je dat, informatienetwerk. Ja. Dat is die bed... Internet als girl geworden. Ja, bedlegerig girl. Bedlegerig girl. Dank u. And that's why I make the big bucks. Allee, toch vroeger. Maar goed, in ieder geval. Als ik mijn huis verkoop... Het straffen aan die killing joke is ook... Hij schiet over aan de ruggen geraakt. Ja. Maar hij misbruikt ze dan ook nog even. Ja, hij kleedt daar eigenlijk uit en trekt er foto's van. Ja. Hè? Dat doet hem puur alleen om zijn vrouw. Want ik weet niet of dat hem maar echt fysiek iets aandoet. Ik denk dat hem eerder gewoon foto's trekt. In de dingen, om die vader te laten zien. Want hij wil eigenlijk Commissioner Gordon, die hem kidnapt dan... Wilt hem eigenlijk zo'n slechte dag geven dat hij er ook doordraait. Ja. Dus, en die hebben ook zo'n enorme... Hè, die hebben ook een moment dat Batman achter de Joker zit op het einde. In een pretpark is dat. Hè, want hij heeft zo'n soort... zo leegstaand oud pretpark heeft hem zo opge... eigenlijk heeft hem dat gekocht. House. Ja, en daar zitten ze dan. En Batman is die aan het achtervolgen. En hij begint zo Batman wat te analyseren. Hè? Want hij zegt ook van, ja, jij loopt er... Hè? You're dressed as a flying mouse. Het is ook niet dat jij echt normaal bent. Dat is ook waar, hoor. Hij zegt hem, what went wrong? Hè? Did somebody kill your sister? I bet it was something like that. Hè? En dan, ja, hij zit er natuurlijk redelijk dichtbij. En eenmaal op het einde komt dan die grote confrontatie tussen die twee. En Batman geeft uiteraard een Joker wat klop. Maar de Joker schiet zo wat in de lach en die hebben zo'n moment op het einde. Ja. En dat is eigenlijk een heel cool moment. Dan vertelt de Joker een mop. Een joke. Hè? Die vertelt een grap over twee gekken die ontsnappen uit een asylum. En die lopen op een dak. En ineens zeggen die, ja, we moeten naar de andere kant, naar dat andere dak. En die ene zegt, weet je wat, ik zal mijn pillamp schijnen en jij loopt gewoon over die lichtstraal. En dan zegt die andere, wat denk jij dat ik zot ben? Jij zet die lamp uit als ik nog maar in de helft zit. En dat is de joke. En de Joker schiet in de lach met zijn eigen mop. En je ziet Batman met die stoïcijnse bakkes er zo naar staan kijken. En ineens zie je zo'n kleine... En ineens begint de Batman ook keihard te lachen. Ja. En dat eindigt letterlijk, is dat beeld dat hij zo met twee... Dat hij zo zijn hand op die zijn schouder heeft. En dat hij met twee keihard aan het lachen zijn. Dus dat die zo even zo één klein moment hebben dat die elkaar vinden. Wat eigenlijk heel schoon is, in dat je weet dat toch compleet om zeep is. Humor brengt de mensen samen. Inderdaad. Want Batman zegt eigenlijk tegen de Joker in die comic van come on, man, kunnen we deze niet stoppen? En dan zegt de Joker, I'm sorry, it's far too late. En dat is ook één ding wat goed is. Je krijgt eigenlijk ook in die comic de origin van de Joker, zo gezegd. Maar op het einde zegt hij wel ene zin... Die zegt, if I am to have a past, I preferred it to be multiple choice. Ja. Dus waardoor dat je eigenlijk ook weer denkt, misschien is dat verhaal ook helemaal niet waar. Dus je blijft altijd zo vaag over zijn eigen. Daar wordt ook in Dark Knight aan gerefereerd, hè, dat hij Heath Ledger drie keer een ander verhaal vertelt over zijn scars. Over scars krijgt, hè. Dus die vertelt ook zijn origin story elke keer opnieuw. Ja. Om aan te geven, ja, het doet er ook niet zoveel toe. Nee. Maak er wel iets van. Ja, en dat is een soort, ja, die zitten zo... interlocked, hè, met elkaar. Dat is het ook niet helemaal met de Joker, hè. Wat onder andere in de Killing Joke dan wordt gezegd, is van, de Joker is een van de enigste vijanden van Batman, die eigenlijk puur een vijand is om hem altijd aan te vallen. Ik bedoel, de rest die overvallen banken, die willen gewoon crime lords zijn in Gotham, weet ik veel wat. Ja. Terwijl de Joker kan hem allemaal niet boeien, kan hem zelfs niet boeien wie er onder het masker van Batman zit. Ja. Die wil gewoon... Ja, Batman zover krijgen dat hij... Dat is een heel schoon stuk in Arkham Asylum, wanneer die man zegt... Pull off his mask, I want to see his real face. En je zo, you idiot, that is his real face. He, dus de Joker begrijpt Batman ook, voor een of andere reden. Dat is ook het zotte eraan, dat hij... Allee, eigenlijk zijn dat zo, he, is dat dezelfde helft van dat muntstukje zo. Als het misloopt. En mijn nummer 1 was The Dark Knight Returns, waar een van mijn favoriete comics aller tijden is, toekoer. Ja. Ik wou nog één ding vragen. die Killing Joke tekenfilm, is die hetzelfde als de strip, weet je eens? Nee. Er zitten aanpassingen in, maar er waren wel dingen die ik heb verteld die heel herkenbaar waren. Wat is er anders aan, Les? Want jij hebt dat gezien, hè? Ja, dat is wel die tekenfilms, hè. Ze passen een beetje aan, zodat lezers toch verrast worden.
In plaats van in plaats van een. In plaats van dat de Joker zo gezegd iets met Batgirl doet, doe Batman iets met Batgirl op een dek. Ja. Daar hebben, ja, die hebben seks. Ah, oké. Okay. Ik zie je kijken, dus ik leg het even. Ik moet zeggen, ik denk die hebben seks. Ik denk dat we er waren. Ja, ik denk dat je het wel begrepen. Je vader die rapes en kills her. Ja, dat ik, nou, kunnen we nog even toelichten welke positie ze precies gedaan hebben? Jens? Op een dak. Op een dak! Hoe, en was dat voor of daar dat ze in de Ruggenberg geschoten was? Of was dat? Schoot Batman haar in haar Ruggenberg. Hij zei gezegd. Batman zag een gat. Ah, oh, this is Batcom. I can't feel my legs. Hey, daar ben je echt goed bezig hoor. Het is gelijk Superman die Wonder Woman poept, die mop, die is ook keifer. In Hollow Man zit die. Die film? Ja. Dat Superman is aan het rondvliegen en hij is supergeil en hij ziet ineens Wonder Woman. Supergeil is die! Ja, super, want die is niet gewoon geil. Supergeil. En ik had ineens deur, wat ik zelf gezegd. Dat is wel funny. Maar die is dus aan het rondvliegen en je ziet ineens Wonder Woman naakt liggen zonnebaden op een dak met haar benen open. Hè? En Superman denkt, wah, ik gebruik mijn superspeed. Je hebt zelfs niet eens gezien dat ik er was. Superpiet, hè? Ja, ook zo. Dus je vliegt erop af, die doet poof, en die vliegt terug weg. Hè? En je denkt, yes, ik ben mijn lading kwijt. En Wonder Woman zegt, fuck, wat was dat? En die Invisible Man zegt, I don't know, but my ass hurts like hell. Ja, foute joke. Hashtag vandaag niet meer. Maar zwart, in ieder geval. Dark Knight Returns. Waarom is The Dark Knight Returns Joker mijn favoriete Joker? Misschien niet de beste aller tijden, ik weet het niet. Daar kunnen we allemaal over debatteren. Maar ik vind het een angstaanjagendste Joker van ze allemaal. Die heeft geen gevoel voor humor in die comic. Totaal niet. En die is ook, het verhaal is dus van The Dark Knight Returns, is Batman is al 10 jaar niet meer gezien. Die is na de dood van Jason Todd eigenlijk, die vermoord wordt door de Joker in Death in the Family, is Batman gestopt met Batman te zijn. Dus 10 jaar lang is hij niet meer gezien in Gotham City. En Gotham City is intussen ja, echt een beerput geworden. Enorm veel criminaliteit. Je hebt ook zo'n heel bende, de mutants. Zo'n mutant gang, zo'n bende die dat iedereen terroriseert. Dus het is een enorm... Gotham City is een vreselijke stad geworden. En de Joker zit eigenlijk al 10 jaar lang katatonisch in Arkham Asylum. Dus die heeft niks niet meer gedaan. Die zit eigenlijk zo wat dood voor zich uit te staren. Dat is een kasplantje geworden. En ze hebben ook... Harvey Dent komt er ook in. Ik denk dat iedereen weet wie dat is. Two-Face. Harvey Dent is door plastische chirurgie terug helemaal genezen. Dus die zijn beide gezichten, beide helften zijn terug normaal. En die is dan zogezegd genezen. Die wordt dan vrijgelaten uit Arkham Asylum. Dus iedereen denkt, oh, een grote triomf. Ze kunnen die rehabiliteren. En die psychiater die eigenlijk rehabiliteert, wil dat ook doen bij de Joker. Maar de Joker zit al 10 jaar lang katatonisch, zegt niks. Dat is echt een kasplant. Letterlijk. Totdat Batman terugkomt. En het zotste is, Batman na 10 jaar, die kan dat niet meer houden. Bruce Wayne, die voelt, ik moet er terug invliegen, want hij wordt echt, hij kan het niet meer aan. Dus hij doet terug zijn Batman-pak aan en hij gaat terug vechten. En vanaf dat moment dat dat gebeurt, komt hij opnieuw. En er is een bepaald moment dat dus de Joker in zo'n witte ziekenhuis schort, samen met al de rest zo, wat in de, voor de tv geschoven wordt. En ineens komt het beeld van The Return of the Batman. En dat vind ik een van de graafste stukken. Als iemand de comic vastheeft, moet je dat eens even opzoeken. Dat is een van de coolste stukken tekening aller tijden. Want je ziet hier zijn gezicht volledig veranderen in 1 seconde tijd. Je kijkt, je hoort Batman. Die zijn ogen veranderen, die mond trekt open. En die zegt, darling. En je weet ineens, zie je die laatste tekening, is de Joker helemaal terug. Dus de Joker heeft ook geen zin zonder Batman. Dat is ook al het heel coole daaraan. En dan begint hij... ja, te doen wat hem doet, namelijk ervoor zorgen dat er weer keiveel volk doodgaat. Want daar is hij altijd goed in. Maar het zotste eraan is ook, er zitten zo'n aantal scènes in die letterlijk terugkomen in die Joker-film met Joaquin Phoenix.
Eén daarvan, dat was zo'n beeld dat ik zag, dan werd ik heel psyched in de trailer, is dat je er gewoon staat met een sigaret. Maar dat is zo'n moment dat Egghead, denk ik dat is, die gast die bommen maakt, die zo bij hem in de gevangenis komt, in Arkham Asylum, hij zit daar achter tralies, en die zegt gewoon, ja, iemand heeft mij een opdracht gegeven om wat bommen te maken, maar ik wil het eerst aan u vragen, want ik wil niet dat we... En de Joker zit daar gewoon met die sigaret in zijn mond, die blaast zo wat lucht uit, en je zegt alleen, what kind of bombs? Ja, en dan weet al van, ja, deze is om zeep, die is terug van plan om keiveel mensen te gaan vermoorden, ja. Maar... De angstaanjagendheid in die Joker is die enorme economie van wat dat die doet in die comic. En dan, dan krijg je dat die op een talkshow wordt uitgenodigd. Hè. David, ja. De David and Dobrin show, dat eigenlijk David Letterman in je ziet meteen dat die is. En die wordt uitgenodigd en dan is het zo dat beeld dat je zo van achter het gordijn komt, zoals in de film met Joaquin Phoenix, dat je zo naar die talkshow gaat. Dat gordijn gaat open en hij stapt eruit in zo'n... Ja, meer 80's kostuum kun je eigenlijk niet hebben, ja. Want dat zijn zo'n epauletten. Ja. En die broek, en die is ook zo, die schminkt hem, want zijn haar en zijn huid is wit en groen, maar zijn mond is eigenlijk make-up. Ja. En hij heeft die make-up ook aangedaan, omdat daar al Joker toxin in zit. Want er zit zo'n seksuologe, ik weet niet of je die misschien kent, maar Dr. Ruth... was zo'n heel populaire seksuoloog in Amerika, vooral in de jaren 80. Ze was de German woman who said you have to have sex and then touch with the penis and the balls. En die sprak echt zo, hè, dus die was heel bekend. En er zit zo'n figuur, die heet dan Dr. Ruth Weisenheimer of zo. En ze hebben haar zo wat een naam gegeven. En hij gaat ernaast zitten en hij geeft die keihard een kus. Hè, wat hem ook in de film doet, wandelt hem zo binnen en geeft hem ook zo een vrouw die er zit... een kus, maar in de comic vermoordt hem die eigenlijk. Ja. Want hij doet dat door die te kussen. En zij zit naast hem en zij begint te lachen. En ineens trekt hij je kop helemaal en is die dood. Ja. En hij heeft dan zo van die robots, van die kleine, die eruit zien als kleine kinderen. Maar die vermoorden eigenlijk heel dat publiek met zo'n Joker-toxin. Want die een host vraagt, allee, je zit al een tijdje in Arkham Asylum en zit iets van plan. En hij zo, ja, ik kon iedereen vermoorden dat die hier binnen zit. He, en iedereen zo, ha, wat een grapjas. En dan doet hij dat ook. Dat is wel een meerwaardig geweest in een film. Was ja, beter, dat was ik zat erop te hopen, want ik dacht, oh, dat is die scène. Ik zag dat in de trailer en ik denk, ja. En ik hoorde ook zo die send in, de clowns. En je denkt, ja, dat gaat dat zin. Je gaat er zitten en he's gonna kill everybody. En dat is eigenlijk, dat vond ik een beetje een tegenvaller, maar daar zal ik het dan straks wel over hebben. Maar het coole aan die Joker is ook, dat eindigt dus wel in een doodstrijd tussen Batman en de Joker. Maar het ziekste daaraan is ook, dus die vechten tegen elkaar. Batman wordt met een mes verschillende keren in zijn lijf gestoken door de Joker. En Batman heeft ook in zijn kop al die klik gemaakt, hè. Hij ziet zo'n hoop dode kindjes liggen op een kermis, want daar speelt het einde ook zich af. En hij zegt van, the last two. So hij ziet zo twee mensen liggen en hij zegt, deze zijn de laatste. Because I've counted the millions of people I've let die by letting you live. Dus, en hij pakt die vast, die vechten tegen elkaar. Maar het zotste is, in een gevecht breekt Batman die zijn nek. Ja. Dus de Joker ligt daar. En wat hij doet, is hij breekt verder zijn eigen nek. Ja. Dus je zegt eigenlijk, ik kon mijn nek breken, ik kon dood en iedereen gaat dat op u steken. Wat ook exact gebeurt, want dan wordt de Batman op dat moment een vijand van de politie ook. Die allemaal zeggen, ja, nu is dat een moordenaar, we kunnen die niet meer, eigenlijk kunnen we die niet meer verdedigen nu. He, dat is altijd al heel moeilijk met Batman en de politie, van moeten we die toestaan of niet, want dat is eigenlijk een vigilante en die is buiten de wet. En, maar hij had altijd Jim Gordon aan zijn kant, omdat hem... Niemand vermoord, dat doet hem niet. Maar dan op dat moment zorgt de Joker met zijn laatste joke, eigenlijk al lachend, van ik kon ervoor zorgen dat heel uw leven naar de kloten is. Door Christopher Nolan dan ook op... Dark Knight zit dat ook een beetje in, hè? Ja. Aan het eind. Of ja, vlak toch die een thema van ik vermoord niet en iemand met de dingen op dat. Ja, en ook hetgeen dat... ja, een beetje dat, hè. Ja, dat dan lijkt alsof hij Harvey Dent heeft gedood, terwijl dat eigenlijk... Hè, maar dat is een beetje, ja, je merkt wel, die comic heeft belachelijk veel comics beïnvloed. Want ik denk dat dat zo,
Dat was zo die Big Bang in comic book land, hè, 1986. Dat was en Watchmen en The Dark Knight Returns. Ja, en dan heet met de juiste term de Bronze Age. De Bronze Age. De Bronze Age. Age of Bronze. Goed, bedankt voor dit mooie uitleg. We zijn bijna in slaap gevallen. Maar we gaan toch even kort pauzeren. We gaan even 5 minuutjes pauze doen en dan komen we terug. En dan gaan we het over de films hebben. En ik heb van alles op mijn kaartjes geschreven. En als ik dat tegen die tijd kan ik het lezen, ben er zeker van. Dus dames en heren, even 5 minuten pauze. Geef de mannen even applaus. Dames en heren, we zijn het tweede deel. En we zitten in het tweede deel. Hoera! Goed, als ik wie A zegt moet B zeggen. Dus ik heb hier voor meneer een mondmasker. Dus dat moet je opzetten. Voilà. Zijn vrienden zijn er ook heel blij mee. Hoeven ze niet tegen zijn kop te kijken. Oh fuck, deze moet ik ook nog aanzetten. Ja. Goed. We zijn in het tweede deel! Yay! Anders voor de opname, hè? Goed. Waar waren we? Ja, riep ook keihard in mijn oren. Oh, ja, sorry. Normaal, sorry. Waar waren we? Door van hier de kant. Dus... Ik was iemand aan het vervelen met een lang verhaal, maar ik heb... Vertel nog eens! Ik heb er zo nog wat! Nee, dus over de Dark Knight gesproken, dus die ik heb daar... Ik heb in mijn kelder, in mijn vieze vuile kinderkelder, heb ik mijn actionfigures van de Joker die ik daar in op heb hangen. In mijn vieze vuile kinderkelder. Nieuw liedje van Christophe. En, zal dat kunnen? Of hoe heet het? André Hazes hier nog. Nou, en dit is mijn manneke... In mijn vuile... Waar niemand leeft. Alsof het je laatste dag is. Sorry. Dus dit is mijn toch veelbespoten Joker mannetje van The Dark Knight Returns. Ja. Als dat nou in echt goede staat was geweest, was er echt veel geld waard geweest, denk ik. Maar het ziet er echt niet meer uit. Ja, nee, dat zit zoveel stof op dat je het er niet meer af krijgt. Nee, de stof is aangekoekt. Maar zie. Dus ik zou het ook doorgeven, maar dan krijg je een ziekte. Dus dat gaan we niet doen. Maar dit is mijn Dark Knight Returns. Dit is de van de Killing Joke. Ja. De manneke van de Killing Joke van dat hij met dat Hawaii hemd. Ja. Ja. Dus dat is, ik denk dat deze ook, die zijn allemaal wel geld waard, denk ik, normaal gezien. Als je dat goed had bewaard. Als je daarna een spons kunt over gaan, zal het daar wel mee balzen. Zegt mijn moeder altijd tegen mij over van alles. Ik leg er hem voor de goal. Ja, dat schiet ik hem ook weer. Shot op de ring. Nou, wel ik heb net zoveel van voetbal. En dit is een aardige, en dat is ook mijn segway naar de volgende ding. Dit is een poppetje. Van de jaren 60 Joker, die toen door Cesar Romero gespeeld werd. En het aardige van deze action figure, het verhaal van Cesar Romero, de jaren 60 Batman, die pauw kapauw toestand. De man die de Joker moest spelen, die had daar geen zin in. En die zei, ik ga daar niet doen, dat wordt niks. En ik ga er al zeker mijn snor niet voor afscheren. Hmm. En dan hebben ze het dus over zijn snor... Die witte schmink moeten doen. En die action figure heeft dat ook. Ja. Dus de action figure heeft een snor en daar zit wit overgeschminkt. Kijk goed. Ja, dat is kijk cool. Ja, dat is... Die mag je wel even door laten, gaan kunnen mensen dat zien. Ja. Dus de action figure heeft een wit geschminkte snor. Zoals Cesar Romero heeft. Ja. En dat brengt ons naadloos bij dat was mij als kind nooit opgevallen, hè. Nee. Toen ik dat vroeger zag, want dat was de eerste Batman dat ik ooit heb gezien, was die tv-reeks. Ja. En ja, dat was ook mijn eerste confrontatie met een echte Joker. Ja. Natuurlijk, want er was ook nog niks anders. Toen ik klaar was. En ja, voor mij was dat gewoon de Joker. Ja. Dus, en later zie je dat keihard. Zie je maar, echt dat? Dat was pas toen ik daarover hoorde dat ik dat door had. Maar ik heb onlangs, met onlangs bedoel ik eergisteren, heb ik de aflevering... De eerste aflevering van de Joker in de reeks bekeken. Dus je hebt natuurlijk de film, hè, de aflevering die ze als film gebruikt hebben. Maar de eerste aflevering met de Joker in de reeks. En die eindigt, dat zijn altijd twee delen. Hè. Dus ja. Een tweede deel eindigt dat de Joker in een, op een tv-ding in een circus is.
En het masker wat hij dan op heeft, is hetzelfde wat Heath Ledger op heeft als hij die bank gaat overvallen. Oh, oké. Okay. Dat wist je niet, hè? Nee, dat wist ik niet. Doe maar wat informatie. Doe maar een kaartje, hoor. Die zijn niet voor niks geweest van al die duizenden hier. Hetzelfde met dat masker van... Ja, daar wist ik helemaal niks van. Daar heb je toch iets geleerd? Ja, godverdomme, toch gezellig, man. Dat is ook een gekke clown. Oh, ja. Vertel eens een grap, Bassie. Waar is de schat? Waar is de schat? Vertel eens een grap. Waar zijn je grappen, Bassie? Ja. Dat masker van Joker in een Jokerfilm, dat wordt ook ergens... Een hommage of iets van de Joker. Ah, dat masker van de Joker in de Joker film. Ja, dat... dat clownmasker zo. Ja, 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 juist. Ja. Ja, dat clownmasker. Dat is toch zo, ja. Het clownmasker. In tegenstelling tot dat ander clownmasker. Ja, ja, oké. Okay. De oorspronkelijke Joker... Wacht, hè. Hier komen de feitjes. Klaar met de feitjes? De oorspronkelijke Joker is eigenlijk gebaseerd op een film uit 1928. The Man Who Laughs. The Man Who Laughs. Ja. En dat is een acteur die heet Conrad... Fight. Fight. Conrad Veidt, ja. En dat en, maar ik heb, die film, ja. Heb je die film ooit gezien? Ik heb dat gezien. En dat is ook redelijk scary, want als je de foto's ziet, hè, jullie hebben allemaal een gsm, je kunt dat meteen, ah, voilà, kijk eens. Dat is dus een gast. Technologie van 2020. Ja. Wauw, jij kunt goed tekenen, zeg. Je kunt dat ook uw gsm laten doen? Nee. Nee. Zo is alles. Graag nog een fax binnen, mannen. De tijd dat je zo de telefoon oppakte en per ongeluk een fax had, dat je zo... ...in je telefoon kreeg. Blij dat die tijden gedaan zijn, dat maakt me nog Frank. Wist je, dat wist ik ook echt niet, dat de Joker ook een sidekick gehad heeft. In de jaren 70 comics heeft de Joker Keggy de Clown. Okay. En dat was de Joker-versie van Robin. Okay. Dat was ook een klein manneke. En verkleed als clown. Verkleed als clown. Ja. En die had... Dat was, ja, gelukkig de vergetelheid die hij verkleed. Hij probeert dat ook af en toe met Robin te doen. Ja, hij probeert andere dingen met Robin te doen, volgens mij. Ja, je wist dat dat daar naartoe ging. Ja, natuurlijk. Je wist dat toch. Wat is dat nou? Ja, dat kan gewoon broekje dat doen niet met een mens. Ja. Nee, maar... By the way... Hey, spreek voor jezelf. Conrad Veidt is ook heel bekend van de film Das Kabinett des Dr. Caligari. Ja. Wat zo'n heel grote inspiratie geweest is voor alles wat Tim Burton ooit gedaan heeft. Ja. Zo'n Duitse expressionistische film. En daar speelt hij zo die Cesare in, die slaapwandelaar, die dat iedereen eigenlijk vermoordt. Dat is eigenlijk dezelfde acteur, dat is ook Conrad Veidt. Dus... Bekend van de Bauhaus t-shirts ook zo, op die brug dat je dat meisje vast heeft. Ah, zo, ja. Die band Bauhaus. Ja. Hij altijd je hebt dat gebruikt als... In de shirt gaat waar dat altijd op stond. Dat is redelijk iconisch geworden, dat beeld. Daardoor, maar dat is dus die gast. Superleerrijk. Ja. Dat verhaal van die Man Who Laughs is trouwens ook heel vergelijkbaar met dat van... Is dat niet Victor Hugo zelfs dat geschreven heeft? Ja, dat is die van de... Notre-Dame de Paris. Ja, en dat is ook zo een beetje zoiets. Dat is eigenlijk een horrorfilm van een gast die zijn gezicht verminkt wordt. En dan komt hij ook bij het circus en wordt hij verliefd op iemand. Zo. Ja, maar dat is eigenlijk een lieve gast. Dat is het coole eraan. Hij ziet er niet uit. Maar ja, het uiterlijk, dat is letterlijk één op één de Joker eigenlijk. Ja. Dus dat is heel cool. In het begin werd hem er ook... Ah ja, deze is nou van veel later, maar hij werd er wel heel hard op gebaseerd in het begin. Mm-hmm. Ja. Ja, en deze, die comic heet ook The Man Who Laughs. In deze toevallig, ja. Ja. Joker is ook de enige, of de eerste slechterik van Batman die zijn eigen comic reeks had. Ja. Klopt. Genaamd The Joker. Oh, typisch. Maar daar zijn wel maar 9 issues van gekomen. En naar het schijnt zijn die redelijk wat geld waard. Ik kijk naar jou. Waarschijnlijk. Ja, bedankt. professionele... Heb je, die heb ik niet in huis. Nee. Anders zou ik, ja, dan moet ik de winkel niet meer open doen. Dan heb je geld genoeg. Nou, ik denk, zoveel denk ik ook niet dat het er is. Maar ik denk gewoon... Zulke dingen... Want die eerste reeks van de Joker is in de jaren... 70. 70. Ja. Als dat nog overeind blijft, dat is al wel... Dat kun je vergelijken met de first appearance van Wolverine en dergelijke. En de first appearance van Wolverine... In de Hulk zeker is dat, hè? Niet? Ja. De Hulk, ja, Incredible Hulk. Whiskers had hij. Ja. 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 Whisken? Zeg dat. Wiskas! Snorharen. Snorharen. Die dingen dat jij... Also, ja. Ik heb die overal. Overal. Ik in mijn aan... Nee, maar...
first appearances. Dat is ja, een sowieso. Soort Leopold 2 trapeziumbaard, zo weet u. Met handjes erbij, hoor. Zou dat standbeeld weg moeten gaan? Fout in de handjes in mijn hol. Handjes in mijn hol, handjes in mijn hol. Ik heb nog 25 bruine handjes in mijn hol. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar zo ik weet niet of dit moet echt niet. Vind je dat soort grappen tegenwoordig? Nee, natuurlijk kan het niet. Dus, nou, maar maakt niet uit, man. Er is toch iemand bij. Ja, dat is waar. Maar sowieso comics met historische waarden zijn altijd veel meer waard in geld. Ja. Sowieso. Ja. Voilà. En voordat we beginnen aan de acteurs, onze favoriete acteurs uit de films. Toch eerst, de allerbeste Joker is Luke Skywalker. Ja, dat is misschien niet helemaal onwaar wat je daar zegt. Mark Hamill, die Luke Skywalker in Star Wars speelt, ja. Speelt in de tekenfilmreeks, doet hij de stem van de Joker. En de videogames. En de video, ja, dat schijnt. Ja. 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 Mijn duimen doen het niet zo goed, dus ik kan dat niet. Ik heb dat niet. Okay. Ik heb een PlayStation 4 en daar kijk ik Netflix mee. Jij zit een beetje zo, jij hebt geen opposable thumbs. Jij ziet in theorie wel, maar in praktijk blijft het. It just worked. Ik heb al proberen liften, nooit gelukt. Maar jij speelt videogames met je console op tafel. Dat duurt niet lang. Ah ja. Ja, dat doe ik zelf. Dat is een mop die zo nerdy was dat er echt maar twee mensen lachen. In nee, deze gezelschap wil dat al wel eens zeggen. Frak. Dat is zo. Dan waren al gaan we zo op. We have reached the bottom of the barrel. En alleen ook zo wat van die mensen hebben dat van die Magic the Gathering kaarten verzameld. Ja. Kunnen we die allemaal uitleggen? In de tafel omverwerpen als ze verliezen. Ja, hallo. Hey, dat verkoop je niet in de mechanische strip, geloof ik. Jawel. Ik ken er ook niks van. Was dat niet vroeger meer? Ja, ik denk het wel. Hè. Dat werd er vroeger meer verkocht dan nu. Maar als ik zo in World's End in Gent, waar ik nooit kom, maar als ik dat toevallig eens struikelde en nou ja, lang verhaal, kort eigenlijk. En die hebben viel die een trap af, 10 comics in de handen, die vlogen op de tafel, sympathieke bediening. Maar ja, ik ben er nooit geweest. Maar die hebben een ongelofelijke muur met en dan? Nee, ja. Je hebt ook een zicht op water, dat is leuk. Oh, schoon, ja, dat is mega cool. Ja, ja. Nee, maar hadden we in Antwerpen morgen een comicboekwinkel dat de moeite was? Dat neem ik terug. Wow, hey man, ik kom daar al van mijn 11 jaar, ik mag dat zeggen. Dat is waar. Nee, ik wil proberen gewoon te zeggen. Zoals dat de Jan vroeger zei, ik ken een auto, dan gaan we een sponsorbroek aan het. En ik dacht, ik heb nooit een sponsorbroek aan gehad, Jan. Dat was iemand anders. Dat daar veel geld kan opleveren, bedoel ik. Dat daar rendabele ja, sommige wel, he. heel zeldzaam en dergelijke. Maar dat is mijn reel niet. Ik ben meer comics en merchandise, zowel aan World's End, vooral comics en games. He. Ah ja. Ja. Dat is het verschil. Maar zijn collega's zijn heel toffe mensen. Absoluut. Misschien luisteren ze wel, ik weet dat niet. Nee, joh. Veel zeer deed dat om dat te doen. Ja, dat deed echt. Dat zijn collega's, kijk of mensen. Zo balletiek over andere comedians ook zo. Ik wil niet zo communiceren. Oh, Philip Geubels, dat is ook grappig. Met Mark Hamill is u dat al opgevallen, dat hij een Brits accent heeft? Ja, als de Joker doet hij inderdaad met een Brits accent, dat zegt. Dat is ongelooflijk. Ja, maar ik vind dat ook, die is ongelooflijk grappig, die Joker. Dat maniacale, en dat is... Het is natuurlijk, hij verzint die lines niet zelf, maar hij is wel... Ja, hij doet dat wel op een enorm goede manier. En dat is wel een beetje de Joker zoals wij hem lezen of zo, niet? Ja, dat is een dat is de meest comic book accurate, denk ik, wel van ze allemaal. Het verschil zit hem er wel in dat hij in een animatiereeks is, dat ook voor kinderen is. Dus er wordt altijd wel gehint nog dat hem vrij violent is, dat hem wel mensen afmokt, maar dat is altijd offscreen. Ja. Maar het wordt wel, ze laten het wel, hè, want een van de beste Batman-films is ook Mask of the Phantasm. Ja. Kun je dat ooit gezien hebben, maar... De lange, hè, eigenlijk was dat Batman The Animated Series en dan hadden ze zo'n lange filmversie ervan die daar ook in de cinema gedraaid heeft. Wel niet hier, denk ik. Is dat Bruce Sting, in Amerika wel? Gast? Of Paul Dini? Nee, samen. Die twee samen hebben dat bedacht. Ja, en dat is eigenlijk een keikoole, want dat krijgde ook een beetje een halve
origin van de Joker, waar je ziet dat hem ook een gangster is, voordat hem eigenlijk veranderd is in de Joker. Ja. En ja, dat wordt wel enorm goed gespeeld door... dat is onwaarschijnlijk goed, door Mark Hamill. You get in the mood and then company shows up. Je heeft zo dat heel erg zo... Sally the Weasel van Lester. Zo dat heel, ja, heel cool ook wel. Ja. Goed, onze top 5 Joker op het grote scherm. Live action. Eigenlijk was die ons bijna hetzelfde hoor, van ons drieën en met een klein verschil, 4 en 5. Dus ik heb ze gewoon opgeteld en op 5 staat Joaquin Phoenix. Mm-hmm. En ik had gedacht dat jij die hoger zou gezet hebben. Ja, ik vond dat een keigoeie film, hè, voor even, maar ik vind dat de minst jokeren van al de jokers. Ja. Dat is misschien heel raar, maar dat is een figuur en ik vind dat heel cool en wat ze ermee gedaan hebben. En als je dat als losstaande film ziet... Of als ik met een eigen theorie, die dat toch al een paar keer is teruggekomen, dat is niet mijn theorie, maar er zijn er wel meer dat gedacht hebben, dat eigenlijk alleen de scène op het einde echt is. Ja, ja. Als hem tegenover die psychiater zit, en dat eigenlijk heel de film ook iets is dat hem verzonnen heeft, ja. Is dat een mega goede Joker. Maar als je de Joker ziet, zoals hem in de film is, ja, is dat niet de brilliant criminal mastermind, dat is niet die super... hele rare, anarchistische weirdo dat hij is in The Dark Knight of zo. Dat is wel een groot probleem inderdaad. Hij wordt Joker per ongeluk of zo. Daar zit geen plan achter. Right time, right place. Wrong time, wrong place. Voilà. Maar inderdaad wel. Ja, dat gewoon. Hij pakt niks weg van zo'n performance. Nee, hij speelt dat fantastisch. Het is echt supergoed. En ik vind dat ook nog altijd een hele goede film. Maar als ik zo de film Jokers moet gaan kiezen, dan is dat wel de minste Joker van ze allemaal. Ja. Vind ik zelf. Want dat is inderdaad ook, en dan komen we waarschijnlijk zo bij nummer 3 ook op. Maar het is niet omdat de film goed is, dat de Joker ook goed is. Ja. Of andersom. Ja. In die film, Joker, er wordt het minst nog een Joker geïnd dat wij kennen uit de comics. Mm-hmm. Dat is eigenlijk zo goed als niet, buiten misschien een beetje de Killing Joke. En daarom vind ik dat het minst. Ja, en The Dark Knight Returns ook. Okay? Dus er is zo'n aantal van die... Van die bijna 1-op-1 scènes in, maar dan krijg je inderdaad zo wat ik er straks vertelde, dat hem op die talkshow komt. Ja. Maar dat, wat ik er jammer aan vond, was dat hem dan eigenlijk zo'n beetje blijterig wat er ziet van, niemand is lief tegen elkaar. En een beetje dommig ook, en dat vind ik zo jammer. En dan dacht ik, ik had graag die switch gezien naar dat genie. Naar die gast waar je eigenlijk van weet. Personage van Joaquin Phoenix is geen genie. Nee. Of toch niet, of tenzij inderdaad dat hem het allemaal verzint. Ja, maar dan hebben we naar de lucht zitten kijken. Ja, dat is waar. Dan is dat zo wat dat Dallas-seizoen, waar dat Bobby Ewing ineens onder de douche stond. Ja, voilà, het was al een dream. Ja, dat is waar. Zo, het was allemaal een droomfilm. Voelde u eigenlijk altijd een beetje zo van, why did I care? Absoluut. Zo Boxing Helena, heb je die film ooit gekend? Ja, dat heb ik ooit gezien. Waar ze zo armen, hè, zo'n gastje zo verliefd is op een meisje dat hem die haar armen en haar benen amputeert. As you do. As you do. Want dan kan ze niet weg bij hem. En je denkt, wauw, cool, zieke geestfilm, benieuwd waar dat naartoe gaat. En op het einde wordt een held zo, oh my, ik was in het slaap gevallen. En dan denk je, oh, for fuck's sake. Volgens mij is dat Devil's Advocate, is ook volgens mij een droom. Nee, die draait dat terug. Die doet gewoon een soort... Die verknoeit het plan van de duivel en ineens gaan ze terug in de tijd. Dus dat is een beetje ook wel dat. Ja, dat is ook voor mij. Dat is eigenlijk helemaal niks. Gravity, it's my favorite scene. Op de vier... Sorry. Dat is de hele carrière van Al Pacino samengevat. Ja, dat is een boeha. Dan dat boe. Oeh, big man, oh. Zo speelt je ook Richard III. Heeft je ook Hoo-ah, I'm a kingdom for a horse. A horse! En dan zit ik aan het roepen, Richard. Ik weet het niet. Dus op de vierde plaats staat Cesar Romero, inderdaad. Hè, waar we het net over hadden. Over de man van de jaren 60. Kapaal. Een hele luchtige joker, zoals al die personages. Dat was eigenlijk wat Jens er straks zei, dat toen je bij Death in the Family kwam, dan werd de Joker ineens terug gevaarlijk. Ja. Maar zo in de jaren 60, een deel van de jaren 70 ook, was dat zo'n beetje meer zo'n luchtige... Het kwam eigenlijk vooral op neer dat je in de jaren 50 en 60 hadden zo, moest zo'n zegel op de comics geplakt worden. Ja. De Comics Code Authority. Ja. Comics Code Authority. Ja. En dan hebben ze zo wat gezegd, die Joker, dat is zo nogal... Ja,
Die was begonnen als echt psychopaat en die mokte mensen af. Batman ook trouwens, die groeide eigenlijk de slechteriken over de rand van het dak naar beneden. Ja, en dat pistool ook in het begin, die schoot ook mensen dood. Tuurlijk, als het niks was. En dan kwamen ze af van, misschien toch wat minder violence in de strips, want kleine mannen lezen dat. Nogal beïnvloedbaar. En dan is hij meer geëvolueerd naar zo'n kloon, naar een joker, hè? Ja. En dat is wel wat Cesar Romero wel was. Voilà. Nou, ik vind je wel cool, omdat dat maar een eerste joker was. He, dat was die gast. Je ziet die, je ziet die niet echt. En ja, zijn verschijning klopt wel hard. He. Dus je ziet die en die is ook zo heel woehoehoe. He, zo dat overdreven over de top. En dat was altijd wel tof of zo. Ja. Dus ik was wel mee met die gast. In het begin, in de eerste aflevering die ik vorige keer bekeken heb, wisten ze volgens mij de schrijvers nog niet zo goed was ze mee moesten. Omdat ze ook een soort... Die was een beetje zoals de Riddler. Hij gaf de hele tijd raadseltjes oppakken. Zo. Ah, ja. Dus die schrijvers wisten nog niet goed... Wat moeten we hier nou eigenlijk mee? Dat is die vonden Riddler een leukere, denk ik, de schrijvers van die race. En eigenlijk zouden kunnen zeggen, als je zo Batman Forever ziet, dat Jim Carrey wel een redelijke Joker poelt met de Riddler. Absoluut, ja. Dat zou ook een hele goede Joker geweest zijn. Ja. Zeker dat lijf en dat mager en dat heel weird dat hij heeft. Zo. Dus, want Robin Williams ging de Riddler zijn normaal gezien, was ik, toen Tim Burton nog verbonden was aan die derde film, ging Robin Williams de Riddler spelen. Dat had ik ook wel graag gezien. Ja. Maar die film ging ook wel altijd zijn bij de Riddler en Two-Face. Dat was Good sowieso... morning, Gotham! Hey, this is not a test, this is rock and roll! help me. Ja, dat is goed geweest. Ja, cool. Op de derde plaats staat Jared Leto. Ja, toch? Ja, dus ik hoor hier iedereen zo. Vinden we Jared Leto slecht? Ja. You have no idea what you're talking about. Nee, die film is slecht, maar Jared Leto doet dat niet zo slecht. Nee, ik vind die cool. Ik vind je ook vooral enorm visueel heel graag. Ja. Ik vond je ook zo. Het feit dat hij zo die is wat buff ook. Dus je ziet er ook uit. Dus die is gangster, hè? En je kent fysiek Batman ook aan. Ja. Waar je het gevoel van hebt, dan maakt hij ook scary. En de stukken waar dat hem in zit, vind ik wel heel hard te werken. Dat moment dat hij zo tegenover die andere gangster zit en zegt van... Hij vindt mijn vriendin wel een knappe. Ja. En je voelt heel die Joe Pesci, one of my funnies. Zo, je voelt heel die scène van, nee. Zo, dus er gaat wel zo'n heel grote dreiging vanuit of zo. Absoluut. Dus ik vind dat jammer. Er is eigenlijk heel weinig mee gedaan. En dat is heel spijtig, want je zit ook echt in niet zo'n hele goede film. Nee. Maar ik had wel heel graag gezien waar dat hij naartoe was gegaan in dat universe. Waar ze zo zelf, mee begonnen zijn en zo halverwege hebben gezegd, oh, we weten dat ook niet meer. Justice League. Het is ineens grappig. Zo Superman ineens zo'n veel blauwer pak. En een dikke bovenlip. Ja, dat wel. Daarom zit ze snor weg van CGI. Ja, inderdaad. Ze hadden beter gewoon witte verf over. Witte verf. Dat werkte bij Cesar Romero. Of een Superman met een snor, man. Hoe cool dat geweest. Dat er gewoon zo één scène is dat hij die snor in. En dat je zegt, it's like my mustache. En dat dan Wonder Woman zegt, nee. En dan voor de rest van de film heet je dat niet meer. Er wordt zo niks over gezegd, dat toch veel beter geweest. Ik wil even zeggen over Justice League, want daar kunnen we ook nog lang over bezig zijn. Ik ben al benieuwd hoe dat die... Iemand benieuwd naar die Zack Snyder cut, yes, by the way? Ja, toch wel, ja. Ja, maar ik wil wel weten hoe ja, of groot dat het verschil is. Ja. Ja, want je hebt ook een beetje het gevoel, hè, want nu zijn ze ook over die David Ayer cut bezig van Suicide Squad. Ja. En dan denk ik weet niet wat je daarmee gaat doen om daar geen kutfilm van te maken. Zijn ontzettend een ding dat er bijna... Goh, wat zal het zijn? Toch een 3-4 uur on scènes. Ja. En dan van tussen Harley Quinn en de Joker, dat hebben ze net gekregen. Ja, en dat mag er wel in van mij. Want hoe meer Joker, hoe beter vind ik altijd. Ze zijn altijd psyched als ik weet dat er een Joker was. Hè. Ja, want uiteindelijk, deze soort Joker, die Jared Leto, die is wel een beetje gebaseerd op eigenlijk de Joker van Endgame. Van Greg Capullo. Zijn Joker. Ja. Niet alleen qua uitzicht. En eigenlijk ook gewoon, het is een maffiabaas. En die Joker had al eens een paar keer in de comics tegengekomen. En ze hebben gewoon een beetje een moderne iteratie. Ja, er is zelfs een Joker dat die een drakentattoo dat hij op zijn rug heeft staan. Ja. Er is een comic waar dat hij dat ook heeft. Dus het is niet dat ze dat volledig verzonnen hebben. Ik zal nu niet zeggen dat elke tattoo nodig was geweest. Hè, zo. En een goede lach. En zo damaged. Ja. Vond ik een beetje raar. Maar als je dat er weg van haalt, als je die gewoon ziet, gelijk dat hem is... Dat is ook zo'n soort
zotte, gestoorde pimp. Hè? Want die heeft ook zo van die kleren waar je van denkt... Ja, ja, je moet ook rekenen. Ik bedoel, Jared Leto, zeg, we gaan een nieuwe joke doen. Dat is vlak na... De ander is nog niet... Die is nog net onder de grond. Dat is nog niet... Ja, precies. Heath Ledger heeft iets neergezet wat niet over te overtreffen valt. Ja, dan vind ik dat een interessante invalshoek. Tuurlijk. Ik vond dat niet raar. Ja, die had ook iets dierlijk, hè. Dat is wat hij ook deed. Want ja, dat is natuurlijk zo'n mega method actor, dus dat moet een onwaarschijnlijk vervelende vent zijn. Enorme lul. Ja, ze hadden ook gezegd dat hij constant zo pranks uithaalde met heel de cast, hè. Dat hij nooit, die wou ook niet, die was niet Jared, maar die was Joker. Dus ik is zo'n gast waar je al van denkt, oh god, hè. Zeker als je dan weet dat hij er dan zo 10 minuten in komt, dat moet voor hem ook wel kak geweest zijn. Dat hij zo kei method gaat voor maanden aan een stuk. En dan zo op de première zit en denkt, nou, onze west eens, hè. En dan zo... I thought I was in this movie! Het is de kakkut. Het is de kakkut. Nee, maar het is ook... Na die Heath Ledger, die ook... Een hele speciale lach, heeft hij er ook wel voor gezegd dat hij ook een lach heeft die ook. En dat was eigenlijk heel cool, want ik weet niet of je de eerste trailer nog herinnert van Suicide Squad, maar dan heb je zo dat I started a joke. En je ziet eigenlijk dingen hangen zo, Harley Quinn in die, al die trapeze zo, in die kooi waar dat hij in zit. En dan valt ineens het beeld weg en dan hoorde zo, en dan hoorde dat, want ik weet niet of je die screening ooit gezien hebt met publiek bij Comic Con, maar als die lach komt, dan doet heel die zaal zo, dan weet je zo van, fuck, die is de Joker. En dan zegt hij zo die ene line, hey, I'm not gonna hurt you, I'm not gonna kill you, I'm just gonna hurt you real bad. Hey, zo. En dan denk je wel, ja, dat gewoon een mega coole Joker zijn. Op dat moment was ik helemaal psyched over die film. En dan zag ik die film en dan dacht ik, de slechterik is Galadriel. He, zo, dat sloeg op niks. Dat was echt niet goed. He. Zo wat van die bubbelmonsters die zo wat doen dat je erop schiet. Robocop komt erin, het is echt een raar film. Zat de Robocop? Ah ja, ding is, Joel Kinnaman. Ja, die daar Robocop spel. Just. En Slipknot zat er ook in, maar voor één scène. Ja, dat is ook juist. Je zo direct doodgaan. Ja, ze moesten laten zien dat die dood gingen als ze die knop drukken. Ja. Voilà. Maar goed, dat is Jared cool Leto. Dat hij een hele band was geweest. Voor de metal fans. Wat doen jullie hier? Ik weet het niet. Maar ik kreeg een telefoon. Maar ik kom al langer in deze film dan de Joker. dan komen we bij twee Jack Nicholson. Jack Nicholson, Joker. Wat vinden we daarvan? Fantastisch eigenlijk. Ik ben een mega fan van die Joker. Ook omwille van die film natuurlijk. Ik denk dat ook een beetje... Ja, ik denk dat sinds Superman the Movie was dat de film waar dat iedereen ineens terug... En een comicboekfilm met een mega budget. Ja. Ik weet nog dat heel de stad volging met dat Batman-logo. Alleen dat en nam die een datum eronder. Dus voor mij was dat 1989 of zo, denk ik. Hè. Dan was ik al 37. En, nee, maar dan was ik 18 of nee, 17 of zo. Dus voor mij was dat zo, dat was die film waar je van denkt, fuck, deze gaat het hier worden. En ja, ik vond dat geen teleurstelling toen. Nee, toen ik dat gezien had, vond ik dat echt fantastisch. En dat blijft ook nog wel overeind, want dat heeft echt een look. En ja, Jack Nicholson is natuurlijk Jack Nicholson. Hè? Ja. Want je kan Marie een rol spelen en dat is Jack Nicholson. Maar toch is hij perfect voor de Joker, vind ik. Omdat hij wel zo, misschien van alle Jokers, de beste balans legt tussen dat funny en dat psychopaat. Ja. Zo, die heeft echt momenten dat hij kei grappig is. Hè? Dat je er echt mee... Die heeft fantastische lines ook. Hè? Oh, I got a live one here. Zo met dat ding. En zo, you're a vicious bastard, Rotelli. I'm glad you're dead. Hè? Tegen die dooie zo. Of dat hij ook zo momenten heeft dat je zo wat tegen zijn eigen babbelt. Dat je zo merkt... Want die heeft ook zo, als die aanwezig is, hoort altijd zo'n viool. Wat... Die is altijd zo iets aan het kraken zo. En zo in een moment dat hij zo, wat zegt hem dan, is hem zo, Winged Freak terrorizes. En dan zit hij zo naar die kranten kijken, zo. je ziet dus zo van alles om de gang in die ze een kop maken. Van denkt, what the fuck is daarmee aan het gebeuren? En die heeft zo altijd van die, die heeft een heel goede uitstraling. Want die heeft wel iets heel gevaarlijks. Ja, nee, dat is zo. Zeker dat moment als je uit de schaduw stapt voor de eerste keer. Jack's dead, my friend. You can call me Joker. En je ziet die kop. En je denkt, ja, dat is hem. En dan begint hij zo op circusmuziek die gast zo overhoop te schieten. Zo. Maar dat is ook zo een beetje klungelig en stom. Maar tegelijkertijd ook heel cool. Dus ik ben wel een fan van Jack.
Ja. Ja? Ja, zeker. Het is vooral ook, een, je moet dat in die tijdsgeest zien, hè? Helemaal Tim Burton. Ja. En het was ook gewoon nodig dat je na Superman films hadden gewoon goede villains nodig. En met een Joker villain die zo kleurrijk is ten opzichte van een Batman die zo donker is, wel, dat past niet helemaal. Ja. Dat en IJzerdraad. IJzerdraad? Ja. Hoe hard kun je iemand zijn gezicht uittrekken? Terwijl eigenlijk Jack Nicholson op zijn eigen al een hele, als je nou One Flew Over the Cuckoo's Nest kijkt. Ja, die deed al die koppen, die wenkbrauwen ook. Ja, natuurlijk. En wat heel funny is, is dat eigenlijk Michael Keaton ook wel iets weg heeft van Jack Nicholson. Want die heeft ook zo die wenkbrauwen. Die hebben zo die zotte, die hebben zo'n klein beetje een soort mirror image van elkaar. Het is ook zo dat die moment dat je zo was, dat Bruce Wayne zo was, you wanna get nuts? Let's get nuts! Ja. En dat die een andere er zo ver staan die je gewoon omvaar knalt. Never rub another man's rhubarb. Zo fantastische lines dat daarin zitten. Dat is trouwens ook het grappige, omdat iedereen op ver en zoiets dat van, ja, maar dat is een acteur die komt juist uit Beetlejuice. Ja. Waarom pakte die niet als de Joker en dat die dan juist Batman wordt, dan mag het juist flippen. Ja, want dat was ook zo, je hebt dat vaak met die casting, hè. Iedereen, veel mensen vinden Michael Keaton een van de beste Batmannen. Wat trouwens mega veel gezeik was toen dat hij... Ja, als gevoelig... het internet was geweest, dan hadden we een andere plan. Ja, het internet was er wel met Heath Ledger en we weten wat dat was. Hè? Want iedereen werd zot van toch dan die en die. Ja, net Brokeback Mountain gedaan. Dus ja, inderdaad. Ja, Brokeback Joker, ja, what the fuck. Do you want to know how I got these scars? Ja, terwijl hoe geniaal was dat, hè? Want dat is nummer 1. Dat is nummer 1 is inderdaad, ja, het ligt is dat voor iedereen een beetje ook? Ja, absoluut. Ja? Zijn er mensen die Jack Nicholson beter vinden dan Heath Ledger? Nee. Mag, hè? Mag, hoor. Schop je eruit, dat mag. En zei het, wie is er, niemand Jared Leto, heb ik het gevoel, hè? Dat was echt... Nee, maar dat wist ik, hè, dat hij niet. Maar ik had het ermee. En ik vond die visueel heel cool. Ik heb ook zo'n poppetje van, ik vind die graaf. Dus ik was wel mee. En ik heb hier ook een beetje... Ja, ik ga nou even de sentimentele tour op, maar dat is wel. Ja. Ik vind die ook heel cool, omdat... Ja, maar het over Jared Leto, hoor. Ja, Jared Leto. Ja. Ik en mijn dochterke. Dat is haar een joker. Want zij heeft voor de eerste keer... Zij vindt Suicide Squad wel keigoed, maar die was 9 of zo. Hè, dus dat kunde die toch wel een beetje degene van de moeder dan. Dat die er zo, ja. Dat is keihard te worden. Op dat vlak, echt geen smaak. Nee, mannen ook niet. Nee, maar in ieder geval, dus ja, en voor haar is dat is haar een joker. Ja, natuurlijk. Ja, en ik weet dat ik zat ooit met Amy, ik had toen die op Blu-ray gekocht. Hè. Ik had die in de cinema gezien en daar was zij dan... te jong voor, maar zij was heel hard fan van Harley Quinn en zij wou dan zo die t-shirtjes en dus die vindt dat allemaal super en die was ook verkleed op Halloween als Harley Quinn en cool. Die is zo heel hard into die Margot Robbie Harley Quinn. Dus ik zeg, ja, ik heb hem gekocht, we gaan hem samen kijken en we hadden die gezien en zo een paar maanden later wou ze die nog eens zien. We zaten hier met twee te kijken en ik dacht, dat is al de derde keer dat ik die kutfilm zie. Maar ik was zo mee aan het kijken en zij was er zo heel hard van aan het genieten. En ineens kijkt hij naar mij en zegt hij, dat is toch onze film met papa. En dan kun je nooit zeggen, oh, dat is echt kei-slecht. Maar dat is wel kei-slecht. Maar ik kon niet zeggen, ga je naar smaak. He, zo. Dat is van haar moeder. Nee, maar dat is totaal, maar daarom heb ik ook wel zo'n soort... Maar ook Margot Robbie is supergoed in die film. Die is ook cool. Die, ook die doet dat echt heel goed. Heeft iemand Birds of Prey gezien eigenlijk? Ja, ik heb dat gezien, ja. En trekt dat op iets? Nee. Want misschien is dat super slecht, hè? Ik heb dat ook al gehoord, ja. Wat, sorry? Ik vond dat wel leuk. Oké. Ja, nou, nee, dat is dus echt slecht. Nee, ja, maar zij ligt dichter tegen de leeftijd van mijn dochter. Ja, dat is wel waar. Ik heb wel zin tegen. Ik heb die dus ook gekocht omdat Amy die wou zien. Ja. Ik heb hem alleen nog niet gezien. Ik kon hem met haar kijken. Nee, ik vond die nog slechter dan Suicide Squad. Want ik hoorde wat goede dingen. Of is dat allemaal nonsens over Roman Sionis, Black Mask. Dat is Ewan McGregor. Ja. Nee, dat is niet. En? Nee. Niet? Die was nee. Goed. Ja. 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 Wel oké. Okay. Ja. Black Mask, maar dat was goed. Ja. Ja. Ja, zie het. Ja, ik vond het niks. Zelfs Obi-Wan Kenobi kon er niks aan. Maar voor Batman.
Greatest fighter pilot in the universe, Fred Oswald. It's like a million voices cried out at once, and then were silent. Maar weet je, het ding is dat Harley Quinn in Suicide Squad is Harley Quinn een gevaarlijke, rare, gevaarlijke ding. En in Birds of Prey is dan een sympathieke, toffe dame of zo. Die is, die is voor mij totaal ongevaarlijk en totaal niet psychotisch. Nee, nog niet. Ja. Als hij eens op tv komt, maar dat spreekt me niet aan. Ja. Met een comic winkel en dat zeggen, een comic winkel. Ja, ik weet beter. Begon dat er wel eens beter. Ja. Nee, en ik kijk eigenlijk meer op naar hetgeen dat al sprake van is. Want ze gaan nog een film doen en dat gaat dan meer over Gotham City Sirens. En dat gaat echt tegen gekende figuren zijn die allemaal samen gaan. Zijn Catwoman, Harley Quinn, Poison Ivy. Oké. Dus ik... dat was wel een tijd, daar was sprake van, hè? Maar ik weet niet wat er van komt. Ik denk dat ze zijn precies na met die Zack Snyder cut wel hebben ze wel, wel plannen. Want ze willen na zo'n beetje bij Superman, zo de Nick Fury van de DC Cinematic Universe maken. En... vind ik een beetje raar eigenlijk. Ja, niet à la ooglapken. Nee, ik weet wat je wilt zeggen, die ene dat in alle films inkomt, maar niet in eigen film. Dat vond ik trouwens wel van, van degene die al bestaat, die in Justice League, wel een van de beste Superman-scènes ooit. Hè. Zo die scène dat hem heel de Justice League in elkaar brengt. Ja, de slechte. Dat mensen zo doornemen van hoe sterk dat hij eigenlijk is. Ja. Er zit zo'n geweldige scène in dat de Flash er zo naartoe aan het lopen is en dat je die zo traag ziet kijken. Zo. En je ziet de Flash zo, fuck, die kan mij zien. Zo, dat is een keigoeie scène. Zo. Die is een kapokse van, shit. Zo, dus dat vond ik wel echt cool. Dus ik vind Henry Cavill best een goede Superman. Dat is wel een goede Superman. Die, maar Ben Affleck is toch ook een goede Batman? Of ben ik dan ook weer zeker? Maar op dat gebied, dat vind ik een gemakkelijkere vraag, om dan terug te rollen naar de Joker. Mm-hmm. Dat vind ik bijvoorbeeld een gemakkelijkere vraag dan over de Joker. Als je vraagt van, wie is een top 5 in Superman of top 5 in Batman? Dat is een consistent figuur. Terwijl als je dan een Joker ziet, elke Joker op die lijst is goed. Om na al die iteraties ook al in de comics zijn geweest. Elke tijdsperiode, ze hebben allemaal hun eigen... De Batman of Superman is een veel consistentere... Tuurlijk. Nou, als je aan de Joker denkt, die heeft ook 100.000 kostuums. Hè. Ja. Als je aan Batman denkt, denk ik dat je toch al veel... Tepeltjes. Tepeltjes. Tot zover mijn punt. Nee, Joel Schumacher. Mr. Megafoon. Your parents are dead, you have nothing to live for, and action! Dat is keigoed dat hij dat over het ding is dat vertelt in George Clooney. Dat hij zo recht komt in dat pak zo. I'm Batman. Cut! Nu gaat er wat in zijn zetel. Fantastisch. Maar goed, Heath Ledger. Yes, Heath Ledger. Ja, oh, mega cool, hè? Wel, hè? Allee, ik vind dat is de meest... die is ongrijpbaar als de Joker, omdat het niet uitgelegd wordt van waar dat hij komt. Je speelt ook heel de tijd met dat... Met dat ding zelf, hè, dat hij zijn origin van zijn scars 4 keer anders vertelt of zo. Allee, 3 keer eigenlijk. En dat is, dat is natuurlijk degene die zo het dichtste ligt aan dat ongrijpbaar chaosfiguur. Hè. Ja. Die ook niet de motivatie heeft dat al de rest heeft. Op een bepaalde moment heeft hij een berg geld en steekt hij dat gewoon in brand. Dat hij zoiets heeft van, dat interesseert mij. Hè. This town is a better class of criminal. Hè. Zo, die gewoon zegt van, ik ben niet geïnteresseerd in die petty bullshit waar dat jullie mee bezig zijn. Ja. Ik wil echt ervoor zorgen dat mensen totaal niet weten wat ze kunnen verwachten. Hè. Ja. Want die scène dat die allemaal aan de tafel zitten, zo, die gangsters. Hè, die eerste scène. Dat die zo, ah. And I thought my jokes were bad. Also, dat is zo, en vooral de pen disappearing trick. Ja, dat is een van de beste scènes ooit. Dat die zo, tada. It's gone. Dan weet je zo, je hebt echt te maken met iemand dat... seriously unhinged is. Absoluut. Ja. En dat die bommen nog niet zijn afgerond, terwijl dat hij zo van die dingen doet, terwijl dat al deze duim vasthangt. Maar toen heet hem die nog niet vast, denk ik. Ik denk dat hij dat erna doet. Ik vind dat ook heel tof wat hij zegt van, you guys should have listened to the television. Zo, die gast op de tv, dan babbelt hem daarover als de tv. He's a squealer, I know, I can tell. Of die fantastische scène dat hij op de grond zit en dat hij een politieagent moet bewaken en die zegt,
ga gewoon mij gewoon proberen kwaad te maken, maar dat gewoon niet lukken. En dat hij zegt van, you know why I like to use a knife, eh? It's all the little emotions. You find out exactly who someone was. Do you want to know which one of them were cowards? Zo dat, en dan voelde zo dat, en dan zegt hij best zo, I'm gonna try not to enjoy this. Zo van, ik kan die hier een goeie pak slag geven, maar zo die... Die viezigheid dat daarin zit, in dat spelen met mensen, ja, met emoties. Ja, en hij speelt het ook wel echt fantastisch. Ja. Ja, er zijn ook mensen die denken dat hij erin is blijven steken en daarom dat hij is eindig. Dat blijkt wel een mythe te zijn of zo. Dat ja, ik weet het niet, ik weet dat niet. Maar wel, ja. Wat wel zo is dat hij zat zo goed in dat personage, die scène met het ziekenhuis, gaan niet alle bommen af. Ja. En dat was niet de bedoeling. Nee. Dus en dat is geïmproviseerd. Dus hij loopt rond, de helft gaat af. En dan een deel niet. Ja. Terwijl hij weet, shit, die hadden wel af moeten gaan. En hij blijft doorspelen en nog wel met dat ding rammelen. Ja, en daar gaan die wel allemaal af. Ja. Maar die blijft dus perfect in personage. En dat lijkt alsof dat zo bedoeld is. Maar het is volledig geïmproviseerd. Want je ziet ook dat als die bom dan ontploft, dan verschiet hij ook een beetje. Ja, ja, ja. En dan doet hij wel zo die rare wandel. Zo van, oké, ik ben hier maar weg. Zo. Ja, ja, ja. En daar gaat hij die bus in zo. En ook zo die één scène, wat heel duidelijk maakt wie dat die is als hij zo klop aan het krijgen is van Batman. En die ineens zo weet van, maar jij kunt niks doen. He, dat maakt niet uit hoe sterk dat jij bent, hoeveel slaag dat jij mij geeft. Ja. Ja, of ook zo down, dat hem zo op de tafel wordt geklopt met zijn kop en dat hem zegt, je moet niet op mijn kop slagen, want dan kan ik niet nadenken. Ja. En dan slaat je zo vol een bak op die zijn hand en zegt hij, now you're getting it. Zo. Dus je blijft zo heel de tijd. Ja, dat is echt een ook visueel vind ik die ook super. Ja, dat is heel cool. Zo, want die allereerste foto ervan, dat je zo alleen dat wit gezicht ziet met dat heel groot dik litteken. Dan denkt er wel zo, fuck, waar gaan ze naartoe met dat figuur? Ja, ja. En ook zo die kleine switches dat je doet in dat is een van de vieste stukken dat hij met zijn stem doet. Vind ik dat hem die gast aan het filmen is, die verkleed is als Batman. Ja, ja. Die dat hem zo vermoordt en dat hij zo zegt, look at me, look at me! En dat zo ineens van de ene trek naar de andere gaat, dat je zo voelt, wow, wat is daar aan de gang? Ja, ja, ja. Dat mocht hij zo freaky, hè. Je hebt altijd het gevoel van dat kan elke seconde verkeerd gaan. Absoluut. Ja, wat dat eigenlijk ook dat Joe Pesci-ding van Goodfellas. Iedereen heeft al ooit wel eens zo'n gast gekend waar je zo mee op café zit en je weet, oei, zo, het is niet veel, is er voor nodig. Als je nu een duwtje krijgt, of gewoon de verkeerde kant. Ja, ja, ja. En dat is meestal een pintje. Ja. En dat straalt je zo heel die film door wel uit. Hè. Er zit zo'n enorme dreiging in die gast. Absoluut, ja. Dus dat is heel, is heel cool. En ook, dat is het straffe van Christopher Nolan, dat hij aan de ene kant een totaal van een potgerukt personage is, en toch heel dichtbij een soort realiteit zit. Ja, je hebt het gevoel dat hij echt kan bestaan. Hè? Ja. En dat is wat hij zo freaky maakt. Ja. Zo, al de rest zijn overduidelijk comicboekfiguren. Ja. Ja, behalve die van Joaquin Phoenix heeft dat ook, die is misschien nog realistischer. Ja. Ja, omdat je zo nog meer in zo'n setting zit waarin dat niks echt heel zot gebeurt. Nee. Ja, dat is meer een soort karakterstudie. Wat ik wel moet zeggen, in die film, die scène dat hij ineens die gast vermoordt in zijn appartement, dat is wel beenhard. Ja, ja. En er was een andere scène, als hij zo recht staat op die auto op het einde, en dat hij met bloed zo die smile in zijn gezicht smeert, ja, dan heb je wel het gevoel van, oké, de Joker, we zijn er. Zo. Niet slecht van de regisseur van de Hangover. Nee, dat is eigenlijk waar, ja. Het zou funny zijn als Bradley Cooper zo voorbij kwam in een auto, paging Dr. Asshole. Your friends are so immature, that's not true, paging Dr. Asshole. Ja, goed. Voilà, dat was ongeveer anderhalf uur over de Joker. Hebben we nog iets toe te voegen? Ben ik nog iets vergeten? Moeten we het nog hebben? Nee, we hebben het over Harley Quinn gehad eigenlijk. Hè? Dus we hebben het over alles wel eens een beetje gehad. Ik vind dat grappig met Harley Quinn, dat er altijd mensen er heel hard fan van zijn. Van die relatie tussen de twee. Terwijl dat de meest zieke relatie ooit is. Ja. Zeker ook zelfs in die animatiefilms. Ja. Ja, hij moet haar niet. Nee, die worden om de vijfbot afgemaakt bekennen. Dat scheelt nooit niet veel. Ja. Dat is wel het aardige van Harley Quinn, is wel dat hij bedacht is in de tekenfilmreeks. Ja, en dan naar de comic books en de films is gegaan. Ja. Maar die de oorsprong is in de tekenfilms. Ja. Ja. Maar nu heb je nog altijd een klein mannen die dan als Harley Quinn worden verkleed en zo, terwijl je zoiets hebt van...
Dat is niet de bedoeling, hè? Nou, maar ja, dan worden ook mensen verkleed als Adolf Hitler. En dat is ook niet de bedoeling. Ik weet niet naar welke school dat ga ik in fucking doen. Dat was hier in de buurt. Zo, Leeuw van Vlaanderen linksaf was dat. Ja, dat is goed. Alle kinderen als Hitler verkleed. Anders kom je daar niet binnen. Onze Gunther is er ook kort en taak! En het had eigenlijk helemaal niet gescholden of de Joker had nooit niet Allee, had na twee single issues dood geweest. Ja. Ja. Dat was eigenlijk de bedoeling helemaal in het begin, dat dat eigenlijk helemaal in een terugkerende villain ging zijn. En dat ze die in de tweede, in de Joker Returns, ja, hij de mes en hij vecht met Batman. En Batman zet gewoon een stap opzij en in plaats van zo te doen, doet hij blijkbaar zo. Heel raar, ja. Dat kan. Dat kan ook al gehad. Beetje gelijk Kennedy. Dus en, wat? Je hebt zichzelf neergeschoten? Nee, dus, wat? Die magic bullet die gezegd, die heeft toch niet zelf geschoten? Die had ik nog niet gehoord. Wie weet, fucker. Kennedy. Het was wel duidelijk om die door te laten gaan en de editor in chief had gezegd, nee, we gaan dat toch niet doen. En dan hebben ze nog zo de laatste twee printjes veranderd met in de ziekenwagen van, oh, hij leeft toch nog. Ja. Hangt er echt met een mes zo goed als in de waar. Ja. Dat terzijde. Zijn er vragen of opmerkingen uit het publiek over Joker? Ja, daar iemand. Zijn jullie favoriete comicboekfilm? Ja, bij mij wel, sowieso. Ik denk dat dat ook, er is toch ook zo'n poll geweest bij best villain ever of zoiets. Ja. En ik denk dat die op nummer 1 is geëindigd en op nummer 2 stond Darth Vader, denk ik. Dus die is wel, ja, dat is wel een mega populair figuur, maar ik vind ook weinig villains beter dan de Joker. Maar ik ben niet zo, ondanks dat mijn café de Joker heet, ben ik helemaal niet zo DC en ik heb ook heel veel van die dingen niet gelezen. En ik ben veel meer into Spider-Man en Marvel. Dus mijn villain zou veel eerder een Dr. Octopus zijn, of een Dr. Doom, of een, iets met dokter. Dokter Utker. Dokter Utker. Die zo'n slechte pizza's maakt waar je kanker van maakt. De coronapizza. Dat is mijn favoriete villain, Dr. Utker. Dat is, Dr. Utker. En van jou? Die heeft in ieder geval het meeste schade aangericht aan mijn lijf. Dat is wel een feit. Ja, daarom hebben we nu op deze. Bij mij is dat meer de Green Goblin. Omdat hij ook een persoonlijke vendetta heeft met Spider-Man. Omdat hij zoiets heeft van die relatie. Dat is een beetje de Joker van de Marvel Universe. Ja, ook, een klein beetje. Maar die heeft op een andere manier die relatie met Spider-Man. Dat hij zoiets heeft van ja. En met momenten weten wie dat is. En hij had eigenlijk gewillen dat Peter Parker zo'n zoon had geweest in plaats van Harry Osborn. Dus wat familiair. Hij is familiair door. Ja, ja. En terwijl de Joker is geobsedeerd door Batman. Ik vind Marvel villains en heroes iets gelaagder. En die van DC iets iconischer. Ja, dat is wel net waar je voor bent natuurlijk. En ik hou wel van dat dat wat gelaagder is en dat zo wat. Hoewel dat ik wel Batman de meest complexe superheld vind. Hè. Ik vind die eigenlijk wel, vind die, wel cooler dan alles. Heel doorzichtig vind ik die. Ja? Okay, dat... Zijn er nog vragen? Was er achterin ook iemand? Ja? Op het einde van de Killing Joke in de laatste panel, ik heb dat vroeger altijd geïnterpreteerd als dat Batman de Joker is ontmurgen. Ja. In plaats van dat hij samen dan nog lachen zou. Ja. Ah, nee. Zo ja. Een beetje... Dat, nee, dat is in jouw hoofd, is dat. Dus dat heb je helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Ja, dat wordt gezegd, hè. En ga nu naar een psycholoog, alsjeblieft. Dank je. Alright, weer een leven gered, jongens. Podcast, redden levens. Ja, blijkt wel zo te zijn. Er zijn mensen die het ook zo interpreteren, maar ik vond het eigenlijk veel cooler als dat niet is. Nee, ik ook. Als je eigenlijk het moment hebt dat hij met twee zo hard aan het lachen, dat hij even zo dat moment hebben van, maar dat was een goeie. Goeie maat, joke. Ja, zo'n goeie joke. And now I'm gonna beat the crap out of you. Maar ja, cool einde wel. Een van de betere eindes van een comic, vind ik. Absoluut. Absoluut, zeker. Voilà, en dat is het einde van de podcast, denk ik. Kijk eens aan. Lieve vrienden, super hard bedankt voor jullie aandacht en voor jullie... Wacht, er was nog wel een vraag. Was er nog een vraag? Oh, sorry. Ik zijn hand op. Ja, kleintje. Joker in de serie Gotham. Ik weet niet wat je daarvan vindt. Ja, heb ik niet gezien. Wordt nooit niet echt als de Joker genoemd. Dat is in Jerome zeker, hè? Ja, in Jerome. Maar dat blijkt, dat is dan in een broer van en wordt dat dan wel niet een Joker op het einde? Het is wel zoiets heel... Ik heb Gotham eigenlijk niet gevolgd om meer. Hij is al ouder als... Ze pakken veel uit de comics op die moment. Maar je moet er eigenlijk ook inbeelden, hij is al ouder als Batman.
En op tent is hem niet eens nog zoveel hard vallend en al nog wat ouder. Dus dan heb je echt wel zo dat verschil van... Dus ja, een Joker, ja, is er ook geen te pretteren. Ja. Ik heb eigenlijk al wel twee afleveringen van gezien van het hele plot dan. Ik heb ook niet gezien, nee. Het was een beetje omdat dat had Gordon in de hoofdrol zeker. En wat ik wel een heel leuke comicboekreeks was zo die Gotham City PD. Ja. Zo, ah, dat Gotham Central. De Gotham Central, ja, dat is. Ja. Waar dat je zo eigenlijk het, heel de visie hebt van het gewone politieagent. Ja, ja, ja. Die er maar mee moet leven. Mee, wat een kutdag hebben die. Als een, ja. Dat heb je ook een verhaal met een Joker in ook. Ja, inderdaad. Ja, klopt, dat je zo in die bureau zit. Hm. Klopt. Dat is ook heel tof, omdat dat heel realistisch getekend is. Hè. Dat lijkt ook echt alsof dat die gewoon echt bestaan, die figuren. Hm. En dat vond ik ook altijd wel heel leuk, want dat was eigenlijk een idee, ook het Marvel, denk ik. Marvels. Ja. Allemaal vanuit het oogpunt van zo'n fotografisch. Normale, normale mensen die dan al die iconische momenten in de Marvel Universe meemaken, maar dan vanuit het... Ik stond te kijken terwijl de Fantastic Four aan het vechten zijn tegen Galactus en dat soort dingen. En dat vind ik ook altijd wel heel tof zo. Ja. Dat je zo dat gevoel hebt van, oh, er zit hier ook een... Sowieso een is het superhelden in een echte wereld idee, hè, wat Watchmen ook heeft, wat, dat soort dingen. Mm-hmm. Zo, ze hebben echt ze maken een indruk in de wereld. Als er iets kapot is, is het toch echt kapot. Als ze bestaan, betekent dat ook echt iets. Mm-hmm. Ja, dat vind ik interessant. Het is ook altijd plezanter, ook kostuumgewijs. Hè. Alex Ross tekende dat ook altijd ja. Zo. Je hebt ook een heel aantal Spider-Mannen, die zijn allemaal heel goed, maar er zijn er maar een paar waar je echt rinkels, vouwen in dat pak ziet. Ja, in de eerste trilogie... Als hij het slechte streken heeft, dat je het ziet. Ja. In de eerste trilogie vroeg ik me eigen echt af van Peter Parker dat kostuum gemaakt. Ja, die is 16 jaar! Waar gaat hij zijn pak strijken? Maar, kun je even komen helpen? Zo, telefoon krijgen, weggaan. Oh nee. Strijkijzer, man. Zo heeft hij zijn ogen gemaakt. Hij twee keer een strijkijzer. Iron Man. Iron Man. Nee, dat is inderdaad. Ja. Alright. Hier gaan we bij laten, jongens. Dames en heren, dit was... Wacht. Wacht. Ik moet hem even weggeven. Ja. Dat kunnen we ook doen nadat ik het net doe alsof het al afgelopen is. Ah ja, oké. Okay. Ah, we doen het nu alsof het afgelopen is. En dan gaan wij nog een beetje verder. En dan sponsoring mechanic. Voilà. World's End, dames en heren. Top. Nee. Dat is meer van mij. Toch bedankt. Dames en heren, geef ze applaus. Alex Engdiel, Jens Dobbert.